Goedendag kijkers, mijn volgende gast is Salo Muller. Heer Muller, bedankt dat u hier aan mee wil werken. Heel graag gedaan. Je probeert iets voor te bereiden en denk je, ja, waar moet je het met iemand over hebben? Ja, uiteraard over de Tweede Wereldoorlog en uiteraard over de doden, denk ik. Maar er is zoveel, u bent zo direct betrokken bij het hele verhaal. Ja. En dat maakt het zo moeilijk. Want je wil ook niet iemand kwetsen of dat je denkt, oh, dit is een onderwerp wat heel pijnlijk kan zijn. Ja, het onderwerp kan pijnlijk zijn. Ja. Maar ik raak niet gauw gekwetst door het onderwerp. Ik heb er zo vaak over gesproken. Ja. In allerlei geledingen, voor de klas, op de universiteit, de grote firma's. Afgelopen woensdag in Weesp voor 300 schoolkinderen. Hm. In de grote kerk. Ja, en dan vertel je je verhaal. En dat begint dan voor mij meestal in 1942. Hoewel de oorlog natuurlijk al veel eerder in Nederland begon. Wat is er aan 1942 zo belangrijk? Wat is daar? In november 1942 bracht mijn moeder mij naar school. De eerste foto, David. Bracht mijn moeder mij naar school. Ja. Dit zijn uw ouders, hè? Hier, ja, in mijn moeder en mijn vader. Ja. En met mij. Ik denk dat, als ik het zo nog weet van mensen, dat dit een vakantiefotootje was in dat we naar Scheveningen gingen. Mm. In die tijd gingen we nog wel eens naar Scheveningen met mijn ouders. En mijn moeder bracht me elke morgen naar school. Ook die bewuste dag in november. En toen zei ze, tot vanavond en lief zijn hoor. Dat waren de laatste woorden die mijn moeder tegen mij zei. Dan vraag ik mij altijd af, wat doet een mens dat? Want ik heb uw verhaal gelezen. En dan denk ik, wat heeft het verleden toch u gevormd? Dat moet toch ergens, hoe je naar het leven kijkt, hoe je naar mensen kijkt. Ja, het leven heeft me gevormd. Dat stukje 4 jaar oorlog heeft mij misschien gevormd. Ja. Want, ik zal doorgaan, mijn moeder bracht me naar school. Toen mijn moeder naar werk ging, waar mijn vader en moeder samenwerkten, werden ze opgewacht door de Duitsers. En al het Joods personeel werd opgepakt, in overvalwagens gepropt en vervoerd naar de Hollandse Schouwburg. Ja. Nou, oké. De buurman komt mij uit school halen. Die zou mij naar de Hollandse Schouwburg brengen, waar mijn ouders zaten. Waar mijn vader had gezegd, waar de ouders zijn, moet het kind ook zijn. Ja. Maar die buurman dacht, ik weet het niet waarom, ik doe het niet. Ik breng hem naar zijn tante, de zuster van mijn moeder. Ja. En ik kwam daar en mijn tante die was aan het huilen en mijn oom liep heen en weer. En mijn nichtje lag in bed, die had rood vonk, dat wist ik natuurlijk niet. En s'avonds wordt er op de deur gebonkt. Aufmachen, Polizei. En toen kwamen er 2 Duitse soldaten naar boven en een politieagent. Toen zei mijn tante, ga achter de deur staan, je komt er pas achter vandaan als ik het zeg. En op het moment dat mijn tante zegt, ja, we kunnen niet mee, dit is een razzia. Nee, we kunnen niet mee. En alle Joden uit de straat, want die Duitsers hadden natuurlijk van al die Joden adressen, namen. Toen konden ze zo van de straat plukken en uit de huizen halen. Mocht mijn tante met de familie nog in huis blijven, omdat mijn nichtje besmettelijke ziekte had. Hm. En die Duitsers waren nergens bang voor, behalve voor besmettelijke ziektes. De roodvonk is besmettelijk. Ja. Sorry. Kom ik achter die deur vandaan? En toen zei die, wie is dat kind? Ja, het zoontje van mijn zuster. Niet komen. En hij nam mij onder zijn arm mee, naar beneden, gooit mij in die overvalwagen die daar stond. Die was al gevuld met een man of 10, 20. Kinderen of volwassen mensen? Alleen maar volwassen mensen. Ja. Ik was het enige kind. Ja. Sorry. Maakt niet uit. Dat wordt knippen. Knippen en plakken. En wij komen met die auto bij de Schouwburg. En die Schouwburg zag eruit als een soort gymnastiekzaal. Alle stoelen waren eruit. En al die mensen zaten op de grond, op hun koffer, op een kledingstuk, op een jas, noem maar op. En ik kijk daar, ik herinner me nog helemaal. En ik zie mijn vader en moeder met 20, 30 andere mensen op het toneel staan. Ja. En ik rende naar het toneel, pakte de hand van mijn moeder, klom als het ware op het toneel. En daar werd ik dus weggesleurd door een verpleegster en een soldaat. En toen brachten ze mij naar de
overkant van de Schouwburg. En dat was de kindercrash. En heb ik 4 dagen en 4 nachten heb ik daar liggen gillen en brullen. In mijn bed gepoept, in mijn bed geplast. Maar wat doet het nou dan een mens? Nou, nee, maar nu komt het. Ja. Na 4 dagen ben ik bevrijd. Ja. En ik kwam weer bij mijn tante en oom. Ja. Maar dat kon ik niet blijven. En toen moest ik onderduiken op 9 verschillende adressen. En dat heeft mij een beetje gevormd. Ja? Niet het feit dat u uw moeder voor het laatst op het toneel zag? Nee, dat heeft mij een dermate verdriet gedaan. Ja. Dat als ik daar goed over nadenk en ik heb eigen kinderen en ik heb kleinkinderen, dan denk ik niet aan mezelf, nee. Maar hoe hebben mijn ouders dat kunnen verwerken? Dat ze hun kind zien, kind wordt afgepakt en zij worden in een trein gesleurd. En zij worden dezelfde avond nog vervoerd naar Westerbork. Ja. En ze hebben hun kind nooit meer gezien. En het kind, zijn ouders niet. Ja. En na 9 weken Westerbork zijn ze op de trein gezet naar Auschwitz. En mijn moeder is op 10 februari 1943 daar vergast. En mijn vader op 30 april bezweken. Die heeft het niet meer aangekund. Dus zij hebben mij nooit meer gezien. Mm. En ik hun niet. U bent enig kind, hè? Ik was enig kind. En dan denk ik wel eens, wat is er in die mensen omgegaan? Ja. He, zij hebben nog een kaart geschreven uit Westerbork. Hm. Nu gaan wij ook op transport. We hopen jullie nog te zien als wij weer terugkomen. Maar doe de groeten aan Pietersen. En ik was Pietersen. Ja. Hebt u een idee wat voor gevoel zij hadden van Westerbork naar Auschwitz? Ik denk niet dat ze gerealiseerd hebben. Dat hoop ik tenminste niet. We gaan de gaskamers in. Want ik denk niet dat ze dat al wisten. Ze wisten wel dat het zou een soort werkkamp moeten zijn. Ja. He, arbeid enzovoort. En nou ja, ik denk dat ze daar aankwamen. Dat ze direct begrepen dat het mis was. Vrouwen links, mannen rechts, kaalgeschoren. Een tatoeage van een nummer. Ja, dan ben je natuurlijk niet in een werkkamp. Nee. En dan hoor je natuurlijk links en rechts van mensen die er al langer zitten. Er gaat wat gebeuren, we worden vergast, we mogen douchen en dan komen we nooit meer terug. Nou ja, als ik daar breedheid, het is als ik daarover denk, dat is niet, eigenlijk niet te doen, hoor. Nee. Het is echt heel erg. Ik denk dat als mens is het ook niet te vatten, dit. Nee. Dan kan je niet, kan je geen gevoel of... Nee. Dat is er niet. Nee, ik heb, ja, gek genoeg, in het begin, toen ik nog niet wist dat mijn ouders vermoord waren, of dood waren, toen ik een jaar 14 was. En ik vroeg steeds naar mijn vader en moeder. En steeds kreeg ik van, ja, die komen misschien terug in de dominee. Want ik was dus daar in de gereformeerde gezinnen. Als je elke avond nu op je knieën gaat liggen en je gaat bidden, en dan vraag je aan ons lieve Heer of je vader en moeder terugkomen, dan moet jij eens kijken, dan komen ze. Oh. Maar die zijn natuurlijk nooit gekomen. En toen kregen we een brief van het Rode Kruis dat Louis Muller en Lena Muller-Blitz, dat die dus in de oorlog overleden waren in 1943 in Auschwitz. Ja. Nou, toen stortte natuurlijk mijn wereld in. Ja. U hebt op 9 onderduikadressen gezeten? Ja. Niet leuk. Nee. Misschien 1 of 2. Je zou verwachten, als je naar kijkt, onderduikadressen, dan zou je verwachten een bepaalde warmte. Ja. Van mensen. Nee. Ze hebben me nooit ingestopt. Maar waarom hebben ze dat dan gedaan? Nou, er waren 3 mogelijkheden. Of ze krijgen er geld voor, van het ondergrondse verzet. Maar dan zie je dat geld, we hebben het straks er ook over gehad met iemand. Ja. Geld een belangrijke reden is geweest. Ja, in de oorlog wel. In de oorlog wel. Ja, kon je je vrijkopen vaak. Je kon een sper krijgen met geld. Ja. Of diamant of goud. Ja. En ook onderduikmensen, die krijgen geld voor een onderduiker. Of ze deden het uit religieus oogpunt. Dat de dominee of de pastoor in de kerk had gezeten op zondag. Denk erom, heb erbarmen met de Joden en doe er iets voor. Of ze deden het om uit medelijden, dat kwam ook een enkele keer voor natuurlijk. Ja, maar met name was het geld. Ja, en hoe weet ik dat nou? Na de oorlog zijn er brieven tevoorschijn gekomen van mensen waar ik ondergedoken was, die mijn pleegouders verzochten om alsnog zoveel geld over te maken die ze in de oorlog niet hadden ontvangen.
Toen dacht ik, hé, wat is dit? En toen heb ik begrepen dat er dus geld voor mij betaald is. En op een gegeven moment hield dat dus op. En wie organiseerde dat, dat was geld? Want dat boeit me wel, moet ik zeggen. Nou, er waren natuurlijk groepen die zorgden voor onderduikers, adressen, ja, enzovoort, enzovoort. En er is een boek, dat heet Het Hoge Nest. Daar wordt dat dan goed in beschreven. En dan zie je dat er dus heel veel mensen onderduikadressen hadden voor de Joden. Maar die beroofden ook een bank. Ja. Of wat tegenwoordig een deelraad heet, bevolkingsregister. Met dat geld werden bonnen gekocht of bonnen werden gestolen. En zo zijn heel veel onderduikers toch gered. Of er is voor betaald enzovoort enzovoort. Maar natuurlijk veel te weinig. Want ik beweer persoonlijk, hoewel de Nederlandse bevolking op 10% na niet slecht was, stond 70-80% aan de verkeerde kant. Ja. Niet dat ze verkeerd waren, maar ze stonden aan de verkeerde kant. Dus alles, we zaten niet met z'n allen in het verzet? Nee, want iedereen in Nederland, politie, brandweer, de tramconducteur, de treinmachinist, die deed precies wat de Duitsers wilden. Ja. Keurig netjes in het gelid. Ja. Meelopers. En als de politie de namen had verzameld uit het bevolkingsregister, dan voerde zij het uit. Dan werd het gegeven, die lijst, aan de Duitsers. En er werd een razzia gevoerd. En dan wisten ze precies, meneer Cohen woont op 12 en op 14, meneer Polak en mevrouw Van Brugge op 16. En al die mensen werden eruit gehaald. Hmm. En dat was natuurlijk verschrikkelijk. En ja, dan hoop je dat de mensen zeggen, nou, we kunnen onderduiken. Mijn plek. Nou, je zou verwachten dat iemand, hoe langer het duurt, voorbij gaat een oorlog, des te romantischer we gaan het maken. Ja. Denk ik. Nou ja, dat ligt eraan. En hoe verder wij wegdrijven van de werkelijke waarheid, van de wreedheden die er zijn gebeurd. Ja, maar niet voor de Joden. Nee. Want die komen of niet uit een kamp, ja, of wel uit een kamp. Ja. En dan komen ze beschadigd, want ze zijn hun vader en moeder vaak kwijt. Ja. Hun kinderen, of de kinderen hun vader en moeder. En dan blijft de helft van de familie, of misschien een kwart, ja, die blijft in treurnis achter. Dat zijn wonden die nooit overgaan. Nee, nou, die nooit overgaan, daar zit het alles maar in. En wat we verwachten dat na zoveel jaar het een keer toch voorbij is. Ja, maar ik vind dat het niet voorbij mag gaan. Nee. Als je zo'n 4 mei bijvoorbeeld neemt. Ja. Dat is heel goed dat je dat zegt tegen me. Want dan gaan we heel langzaam, varen we van de 4 mei weg. Ja. Van het origineel. Ja. De 4 mei hoort te gaan over de Tweede Wereldoorlog. Absoluut. Doodherdenking. Ja. En niet over allerlei dingen die erna zijn gebeurd. Absoluut niet. Daar moet je maar een andere dag voor nemen. Ja. En het is zelfs al zo erg. Bijvoorbeeld IJsselstein, dat ze ook 4 mei willen nemen om voor de Duitse soldaten. Ja. Dan denk ik, jongens, weet je wat je zegt? Nou, je bent bezig met een glijdende schaal. Ja. En je probeert het een beetje niet goed te praten, maar je probeert het toch wel een zachte kant te geven. Absoluut. En dat is heel wreed. Ik denk niet dat mensen realiseren wat ze aan het doen zijn. Denk ik. Nee. Veel Joden zijn beschadigd. Ja. Hè? En nou, Sinti en Roma bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, maar er zijn ook, als je die bij de groep neemt, heb je ook homo's. En ja. Roma en Sinti en de Joden, ja, die komen beschadigen in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ze zijn geamputeerd. Hè? Ja. Familie kwijt, vader, moeder, kinderen, noem maar. Sorry. En ja, die komen uit die oorlog. En dan gaan op een gegeven moment de mensen zeggen, ja, zoveel jaar, dan moet je toch enzovoort. Dan denk ik, nee, die wond gaat bij die mensen nooit over. Nee. En ja, je moet er alles aan doen om het die mensen niet nog moeilijker te maken. Ja. En als ik dan hoor dat mensen zeggen, ja, 4 mei moet die en die en die gaat spreken, denk ik, jongens, die hebben geen empathie met de Tweede Wereld. Die weten niet eens wat het is. Die hebben het gelukkig niet meegemaakt. Hoe kan je dan iemand laten spreken die de oorlog niet heeft meegemaakt? Vertel me dat. Ja. Nou, omdat we hebben ingezet om het wat meer dingen te verbinden aan die 4 mei herdenking. Dus laten andere mensen praten. Ja. Dat is denk ik de reden. Een hele verkeerde reden. Ja. Ik vind dat niet goed. Nee. Er zijn nog genoeg Joden met een
waarbij de oorlog nog diep en diep verbinnen zit. Laat die mensen vertellen wat ze hebben meegemaakt op 4 mei. Dat het nooit over mag zijn. Dat je altijd die geschiedenis, zolang het nog kan, moet doorvertellen aan de tweede, derde generatie. Ja. Dat als jij er niet meer bent, dat dan je kinderen of je kleinkinderen nog kunnen vertellen. Ja, maar mijn vader en mijn moeder of mijn oma en opa, die hebben in Auschwitz gezeten, in Sobibor, noem maar. Maar als je dat wegwuift en onder de tafel schuift, ja, dan is de Tweede Wereldoorlog, die bestaat niet meer. In België is een hele belangrijke herdenkingsdag, de Eerste Wereldoorlog. Ja. Hangen alle vlaggen, hangen buiten. Die zijn we ook al voorbij, hè? Dan denk je, de Eerste Wereldoorlog, ja, in België wel. Ja. Dan komen de Canadezen, die komen eraan en die op de monumenten, dat is hier ondenkbaar. We hebben het amper nog over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. Maar je hoort natuurlijk wel 75 jaar later, 76 jaar later, moeten we daar nog aandacht aan geven? Ja, een terechte vraag. En dan zeg ik ja. Niet omdat Samuel Muller dat zo graag wil, maar ik vind gewoon deze enorme schrijnende gebeurtenis in het leven van de Joden, het leven van Amsterdam. In Amsterdam woonden er voor de oorlog 80.000 Joden. Ja. Na de oorlog waren er nog 10% over. En dat weten de mensen niet. Nee. Heel half Amsterdam was, daar woonden Joden. Die Jodenbuurt, dat was heel normaal. Maar ze maakten onderdeel uit van de gemeenschap. Het was, ja, gewoon, het was een grote. Het waren gewoon Amsterdammers. Maar precies. Maar dat. En een deel van die Amsterdammers werden weggevoerd. Ja. Zo moet je het zien. Zo moet je het zien. En dat is dus ook gebeurd met medeweten en met goedvinden van de rest van Amsterdam. Er zijn heel weinig mensen die gezegd hebben, mijn buren, die stonden buiten te kijken. Oh, dan gaat mijn buurman. Oké, dan gaat mijn buurman. Oh, dan gaan die kinderen. Nooit meer terug. Toen mijn vader en moeder. Maar er zit natuurlijk heel veel in wat u nu zegt. Hè? Ja. Omdat. Ik weet wat ik zeg. Ja, dat twijfelt geen seconde aan. Maar moet je vertrouwen hebben in je buurman dan? Als zoiets gebeurt. Nou, als jij goed met je buren bent. Ja. En mijn vader gaat weg en die zegt tegen de buurvrouw, hier heb je onze sleutel. Ja. Ik weet niet of we überhaupt nog terugkomen. Ik weet niet als we terugkomen wanneer. Hier heb je een sleutel, geef de plantjes water en zorg dat ons huis, dat er niks mee gebeurt. Na de oorlog gaat mijn tante, toen wisten ze dat mijn vader en moeder al dood waren, naar de buurvrouw. En die zegt, dag buurvrouw. Hey, dag mevrouw, want we kenden elkaar natuurlijk. Mijn zuster en mijn zwager, die komen niet. Kom. Nee, uw zwager heeft de sleutel aan ons gegeven en gezegd, luister, alles is voor jullie. Je kan doen en laten ermee wat je wil. Ja. En ja, maar dit is hun zoon, Salo, die ken je wel, ja. Alle kleren hingen aan de kapstok. Het zilveren bestek lag in hun la. Mijn tante is er met een deurwaarder en een politieagent naartoe gegaan. We hebben niks teruggekregen, want mijn vader had het gegeven aan ze. Moet je nou vertrouwen hebben in je buur, in het vervolg? Nee. Ik vind dat schrijnende gevallen. En het is niet enig, alleen niet onze buren. Ik zal je nog een verhaal vertellen van iemand. Een patiënt van mij, rijke man, die wordt opgepakt. En die geeft een geldkistje met diamant, goud en zilver aan zijn buren. En die zegt, luister, hier heb je een geldkistje, daar zitten al mijn bezittingen in. Bewaar dat voor me. En na de oorlog, als ik het beleven mag, kom ik het terughalen. Na de oorlog komt die man terug. En die gaat naar zijn buurman. En die zegt, nou, kijk, hier ben ik. Ik zie er wel niet uit, maar oké, we hebben aan de overkant een huis gekregen. Ik kom een geldkistje halen. Ja, tuurlijk, buurman, hier. En hij geeft het geldkistje en doet het open, zit er de knoop in. En de rest was eruit. Had hij de knoop in gedaan. Ik vraag me altijd hoe je dan kijkt naar het vertrouwen in mens nog. Ja. Niet. Of is dat te... Nee, maar er is een Joods spreekwoord. En het zegt geld, op zijn Nederlands, geld is een soort duivel. Ja. Als geld een rol gaat spelen, ja, dan is het een hele kwade zaak. Vindt u niet dat, laat ik zeggen, er is vorig jaar, was een kunstwerk in het Stedelijk Museum.
waar 75 jaar mensen over aan het soebatten zijn is geweest. Kedinsky. Kedinsky, ja. Ik wou die naam niet noemen, maar. Ja. Goed maar. Dat we zoveel jaar later nog deze discussies moeten aangaan. Dat het niet heel wreed is. Ja, ik kan er heel slecht tegen. Ik ben geen Jood. Maar ik begrijp dingen wel. En dat het museum dat gaat exposeren. Ja. Dan heb je natuurlijk helemaal geen gevoel in je donder. Nee, maar die hebben ze ook niet. Er is natuurlijk een heleboel geroofd Joodse kunst in musea. Ja. En ook in particulier bezit. Ja. En ja, dan gaan ze erover strijden. Nee, dat heb ik in de oorlog of gekregen. Of ik heb het gekocht. En ja, er zijn heel weinig grote werken teruggegeven aan de familie. Onlangs heb ik dat nog ergens gelezen. Ja. Dan denk ik, ja, is dat. Als directeur van een museum, durf je dan gewoon te zeggen: nee hoor, dat is verjaard, dat hangt hierin. Dan denk ik, oh, durf je. De gemeente Amsterdam heeft toch ook nog steeds van die kunstwerken in musea hangen? Ja. Nou, Amsterdam geeft ze terug. Ja, in feite wel. In feite moet je bij jezelf te raden gaan. Doe ik ethisch verantwoorde dingen om gestolen of gekocht kunst, terwijl ik weet dat het niet van ons is en ik weet dat er nog familie van is? Je zou zelfs kunnen zeggen, want dat is natuurlijk vaak het excuus wat ze zeggen, ja, het is gekocht, het is verkocht. Maar verkopen tijdens een periode van oorlog, dat is eigenlijk iets wat niet werkelijk is. Nee. En dat hoort eigenlijk niet. Er zit altijd een luchtje aan. Tuurlijk. Waarom mensen het verkopen. Waar het straks over de sperren. Waar het om geld ging. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dingen verkopen om zichzelf vrij te kopen. Ja, tuurlijk. Toch? Er is heel veel in de oorlog geprobeerd met geld, met diamant, met goud. Maar ja. Is dat verhaal niet een beetje onderbelicht geraakt? Ja. Nee, maar. Misschien niet altijd, maar heel vaak wel. Ja. Dat gewoon een levendige mensenhandel er eigenlijk was. Dat mensen zichzelf gingen vrijkopen met geld. Is ook zo. Mensen deden alles om maar niet opgepakt te worden. Mensen, weet je, in vlak voor de oorlog en in het begin heel veel zelfmoorden. Joden hebben zich aan de gaskraan of opgehangen. Heel veel, dat is ook nooit echt belicht geworden. Hoe kijkt u naar deze tijd? Deze tijd is natuurlijk voor heel veel mensen een fijne tijd. Je bent goed, even die corona even wegdenken. Maar is toch een fijne tijd. Je kan doen en laten wat je wil. Je kan op het terras zitten. Je kan werken. Je kan niet werken. Je kan naar de bioscoop. Noem maar wat op. Je kan op vakantie. Maar dan kom je tegen 4 mei bijvoorbeeld aan. Ja, de meeste Nederlanders die op 4 mei. Lekker, dan komt 5 mei en dan zijn we vrij. Maar voor de Joden, ik heb het in mijn praktijk meegemaakt. 4 mei nadert dan en dan komen een heleboel Joodse patiënten binnen met allerlei fysieke klachten. De pijn wordt gevoeld. Ja, mensen hebben een stijve nek, kunnen niet slapen. Sommige mensen zijn huilerig, zijn ook gevoelig. En dan is het weer 8 mei, 9 mei, 10 mei en dan zijn ze 2 keer behandeld. En dan zeg je, ja, het gaat een stuk beter. Nee, het gaat een stuk beter. Maar dat komt omdat dan die wond van 4 mei weer een beetje dicht is. En daarom vind ik het ook noodzakelijk dat je 4 mei, zolang het nog kan, dat er nog mensen zijn die daar nog over kunnen praten, zo lang mogelijk moet gedenken en herdenken. En je moet zorgen dat het doorgegeven wordt. En niet zeggen, het is al 75 of 80 jaar geleden. Nee, deze wond gaat nooit open. Ik ben bezig geweest met de spoorwegen. Gelukkig is dat dan ook gelukt. Maar als ik dan zie hoe ontzettend veel adhesiebetuigingen ik heb gekregen van mensen die mij brieven sturen, huilen. Oh, Saulo, geweldig, wat heb je gedaan? Ik weet het. Nou ja, en dan denk ik, zie, dat gaat nooit over. Nee. Ik bedoel, als je een been breekt, na 6 maanden is het over. Ja. Maar als je je familie kwijt bent geraakt in een concentratiekamp of in een onderduik of wat dan ook, of neergeschoten, dat vergeet je nooit. Nee. Het is net een boek van u, door u
Ja, verschenen. Morgen is mijn biografie verschenen. Ja. Over mijn hele leven. Van de dag dat ik geboren werd tot en met vandaag. Ja. En er komt een... Ik heb er lang over nagedacht of ik het goed zou vinden. Maar er komt een stuk in voor, het laatste gedeelte. Een soort bijvoegsel. Het gaat over mijn familie. Nou, dat vond ik heel moeilijk. Waarom? En dan kan je ook zien... Omdat het heel dichtbij kwam. Nou ja, dat heb ik een beetje geparkeerd. Hm? Kijk, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen. Ik kan niet als een treurige opa... Maar dat bent u zeker niet? Nee, gelukkig niet. Maar ik ken ook mensen die wel treurig zijn. En ik vind gewoon... ik heb gezegd, doe dat maar dan lees ik dat. Mijn moeder in Auschwitz, mijn oma in Auschwitz, mijn opa in Auschwitz, mijn vader bezweken. Mijn nichtjes in Auschwitz, mijn andere nichtjes in Sobibor. Dan denk ik, jongens, als je ga daar niet over nadenken verder. Maar dan slaap ik vannacht niet. Maar goed, het boek is er. Het is een heel mooi boek, ik kan niet anders zeggen. Ja. En nou ja, zo gaat het leven door. Ja. En ik ben een optimistisch iemand. En ik zeg altijd tegen mijn patiënten ook, spreek met Salo en het komt in orde. Spreek met Salo en het komt in orde. Als ik Salo nu het laatste minuut geef om iets te zeggen tegen de jeugd van Amsterdam. Ja, ik zou tegen de jeugd willen zeggen. Als je naar school gaat en je hebt geschiedenisles, vraag dan aan de leraar of aan de lerares of je ook wil meenemen naar de Joodse geschiedenis. Die heel belangrijk is geweest voor Amsterdam. Ga naar het namenmonument. Kijk eens naar al die namen. En kijk naar de leeftijden van die namen. Heel veel van deze namen zijn net zo oud als jullie nu. Die zijn op een vreselijke manier aan hun einde gekomen. Kijk naar de schaduwkade die langs het monument loopt. En dan zie je alle namen van de Joden die daar gewoond hebben. En sta er even bij stil. Kijk ook naar de struikelsteentjes die ervoor op de stoep staan voor mensen die daar gewoond hebben. En ik vind, laten we niet vergeten dat Amsterdam ooit 80.000 Joden heeft gehad. Gelukkig komen er steeds meer bij. Want na de oorlog was het weinig. Maar mensen zijn weer getrouwd. Mensen hebben kinderen. Mensen hebben kleinkinderen. En ik vind, het Jodendom hoort bij de geschiedenis van Amsterdam. Ja. Ik las een stukje dat u niet wilt dat de hoed wordt afgenomen voor u. Nee, waarom? Ik doe dat denkbeeldig wel voor u. Oh, dank u wel. Ik ben gewoon een Amsterdamse jongen. Ik doe het wel. Dank je wel. Het gaat u goed. Hartelijk dank. Hetzelfde. Gelukkig. En bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Mensenhandel, Phyllis. Mensenhandel. Dat is iets wat helemaal onderbelicht is geweest over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat heb ik van de week ook weer gehoord. Van iemand die daar... Mensen die het gewoon niet weten. Nou, het ook niet willen weten, want het wordt ontkend. Ja, we gaan het heel romantisch maken allemaal. Nee, ik wil het niet romantisch maken, want ik voel geen enkele romantiek. Nee. Die zijn er ook die romantische verhalen willen vertellen. En ja. Dat was de opzet van de Duitsers. Ja. Om het heel romantisch voor te stellen, ja. Was de insteek om dan de mensen een beetje bij elkaar gezellig te houden. Maar dat was absoluut niet romantisch. Nee. En dat is heel moeilijk door te geven aan iemand die daar wel in gelooft. Want die heeft een vast geloof daarin. Maar het is wat het is. Ik heb de verhalen gehoord van mijn ouders. Mijn moeder heeft een boek over geschreven en ik heb de documenten van mijn vader. Over die mensenhandel. Ja. Ik doe dit uit liefde, dit interview, omdat na het verhaal van het verraad van Anne Frank, ja. Ik me had voorgenomen, als er nog meer van dit soort onwaarheden komen, dat ik dat absoluut niet kan accepteren. Maar vind je niet dat het eigenlijk kenmerkend is voor op het moment dat er ellende is, de meest grote wreedheden,
Dan wordt dat bekendgemaakt een aantal weken daarna. En daarna gaan we allerlei dingen verzachten. Ja. Dan gaan wij, en hoe langer de tijd wegdrijft, hoe meer verhaaltjes erbij komen. Ik denk, waar ging het eigenlijk ook alweer over? Waar ging het ook alweer over? Zijn van het onderwerp afgegaan. Ja. En we hebben een eigen interpretatie gegeven. Ja. En die eigen interpretatie is heel persoonlijk. Maar hoe persoonlijk is het als je het van je ouders hebt meegekregen en je hebt het ook van andere mensen gehoord die de ervaringen hebben? Ja. En mensen zonder ervaring moeten openstaan voor nieuwe informatie, maar niet doorgaan met hun eigen verhaaltje. Maar waar is die informatie altijd gebleven? Want ik heb van jou gezien, dat vond ik een groot voorrecht, maar wat een ellende. Dat is gewoon de bewijzen in mensenhandel. Bewijzen in mensenhandel. Gewoon de naam erboven, de naam eronder, handtekening voor een diamanten ring. Mijn vader heeft dat, ik heb dat gevonden na het overlijden van mijn vader. Ja. En dat was eigenlijk zijn broer en zijn verloofde, die zaten in Westerbork. Ja. Opgepakt door de Duitsers. En mijn vader was heel doortastend. Die heeft geprobeerd via Austerfunte, financieel gebied, zijn broer los te kopen. En je ziet dus ook in die correspondentie dat 60.000 gulden was niet genoeg, daar moest goud bij. Ja. Het is hem uiteindelijk gelukt. Ja. En de fout is natuurlijk... Maar waarom is dat nou altijd onderbelicht gebleven? Omdat niemand... daarin geïnteresseerd is? Weet ik niet of over gesproken heeft. Ik schrok er ook eigenlijk van. Ja. En nu kan ik het vertellen. Zonder romantiek, die andere mensen misschien wel zien of in Westerbork wel vonden. En dit is het verhaal van mijn vader, die zijn broer heeft losgekocht bij Austerfunte, die dat ook gedocumenteerd heeft. Ja. De SS'ers gingen alles documenteren, dus ik heb die documenten, die ga ik straks aan het Joods Museum geven. Ja. En misschien hebben ze er iets aan in de vaste collectie. Dus ik vind het heel belangrijk dat als je over het verleden praat, dat je het puur doet. Ja. We zitten trouwens in de Portugese synagoge. Laten we dat dan niet vergeten. Wat een locatie. Wat een geweldige locatie. En ik vind de rust altijd zo mooi. Hè? Zo'n bankje, lekker zitten en een beetje kijken naar mensen. Het mooiste gebouw van Amsterdam uit 1675. Dat is nooit gebombardeerd. Nee. Niemand weet waarom het nooit gebombardeerd is. En ik denk hier het voorrecht is. Ik werk hier. Maar waarom, wat denken mensen waarom het nooit gebombardeerd is? Geen idee. Daar zijn geen gedachten over? Ze hebben geen idee. Het is een van de, voor mij een van de mooiste gebouwen van Amsterdam. Bijna mystiek voor mij. En, het is al een paar keer verbouwd, het is klaar. Het is schitterend druk. Ja. Veel toeristen hier altijd. En ik voel me hier op de een of andere manier verbonden. Ja. Ook omdat de familie van... mijn ouders hier in de buurt hebben gewoond. Hmm. Ik heb ze nooit gekend. Jammer genoeg, maar hier ben ik. Wonderbaarlijk. Die mensenhandel laat mij niet los. Nee, dat zie ik aan je. Het is iets wat we altijd vergeten in oorlogen. Dat mensen optreden. Of dat mensenhandel een onderdeel wordt van een oorlog. Geld is macht. En dan denk je altijd van, we zullen er toch wel wat van geleerd hebben een keer. Nee, we leren heel veel mensen. We hebben niks geleerd. Nee. Sterker nog, het is erger geworden. De agressie, de onvrede bij de mensen is alleen maar erger geworden. En wat er is gebeurd, lastig, dat vinden ze lang geleden. En dan denk ik, natuurlijk, het is lang geleden. Maar leer er iets van. Nou, het is niet lang geleden, want ik denk... Nee, het is niet lang geleden, al is het honderden jaren geleden. Dit gaat over de ellende binnen Amsterdam, hebben we het over. De wreedheden en dat moet je nooit vergeten. Nee. Dat moet je nou, want mensen die zijn hun opa's of grote opa's, die hebben de meest wrede dingen meegemaakt. Mm-hmm. En dan lijden deze mensen nog steeds onder. Als ik naar jou kijk, dan zie ik je verdriet. Soms zie je het. Ja, nou je lacht ook wel, dan gaat het. Nee, maar weet je wat het is? Je kan wel omvallen, maar je hebt geen tijd om te blijven liggen. Je moet doorgaan. Ja. Je kan wel omkijken wat je ervan geleerd hebt, waar mensen toe in staat zijn. Ja. En dat voel ik ook natuurlijk in mijn hart, het verdriet. Maar je moet doorgaan. Ja. En je hebt geen tijd meer om in elkaar te storten. Ja. En daar zijn wij zo sterk door geworden. Ja. Weet je wat me ook opvalt? Wat je realiseert is de onbetrouwbaarheid van mensen.
Al heb je door. Ja, nou ja. Dat wist je toch al. Ja, nee, oké, maar daar word je dus wederom mee geconfronteerd. Onbetrouwbaarheid bedoel je? Nee, Charlotte Muller vertelde het verhaal van zijn buurman. In de uitzending. Ja, en heeft hij na de oorlog heeft hij daar nog voor gevochten om zijn spullen weer terug te krijgen? Ja. Nou, echt niet. Heeft hij nooit teruggekregen? Nee. Mijn moeder zat op de stoep van de achtergracht waar ze gewoond had. En toen zei de buurvrouw Flora, we hadden jou nooit terug verwacht. Dat ze ook al zo'n welkomst kreeg. Ja. Wil je een kopje thee? Toen zat ze thee te drinken op de bankstel van haar ouders. Nou ja, wat moet je dan nog meer? Maar hebben mensen, ja, ik probeer me dat in te beelden. Hebben dan mensen helemaal geen vertrouwen met in het donder? Nee. Als het om geld gaat? Nee, natuurlijk niet. Een bankstelletje hier en het theeserviesje daar is nooit weg. Er zijn ook goede mensen, laten we daar ook even van uitgaan. Laten we er even van uitgaan dat er ook hele goede mensen zijn. Maar het is een klap voor je hoofd wat je krijgt. Ja. En je moet dat ook niet doorslikken. Je moet ook denken, hoe zitten mensen in elkaar? Wie kan je wel vertrouwen, wie kan je niet vertrouwen? En zoals de wereld er nu voor staat, denk ik, wordt wel een probleempje. Ja, het probleem wordt alleen maar groter. Ja, instinctvolgen. Ja, en we vergeten oorlog op laatst. We zijn al bezig met onze volgende oorlog. Jawel. En wat er nu gebeurt is zo mensonterend. En we stonden erbij, we keken ernaar. Ja. En wat ik van de week al zei, de Human Rights Council, die doet er helemaal niks aan. En die zijn juist in het leven geroepen om daar tegen te ageren. En zitten verslagen apathisch bij een vergadering. Ze doen helemaal niks. Dan heb je eigenlijk alles al verteld. Als ik jou een minuut geef om iets tegen de jeugd van Amsterdam te zeggen. Een minuut geef aan je jeugd van Amsterdam, dan zou ik het liefst willen zeggen, zoals ik aan mijn kleinkinderen heb verteld. De toekomst ligt bij de jeugd en begrijp heel goed dat je van het verleden alleen maar een heden hebt en alleen maar kan leren uit het verleden. En bekijk en denk goed wat er is gebeurd en dat het altijd weer kan gebeuren. En dat is wat ik de jeugd wil meegeven. Mijn kleindochters hebben dat heel goed begrepen. Ze zijn heel alert en heel vrolijk. Ze lijden hier niet onder, maar je kan natuurlijk niet alles zomaar vergeten. Nee. En ik hoop dat het hun nooit overkomt, dat de jeugd een betere toekomst krijgt. Maar ja, dat is zo cliché. Dan wat er ooit gebeurd is, maar wat ik van mijn vader heb geleerd, is eigenlijk hetzelfde. Het zal altijd terugkomen in een andere vorm. Ja. En die vorm zien we nu ook weer. Ja. Komen hier ook veel Amsterdammers, veel Nederlanders? Ja, ja, ja. Uit de hele wereld, maar ook heel veel mensen uit Nederland. Ja. En ook vooral natuurlijk Amsterdammers, die vinden het hier geweldig. Voor mijzelf sprekend, ik ben dus echt gewoon persoonlijk. Mijn vader heeft als gijzelaar in de oorlog gevangen gezeten in Amersfoort, wat het enige echte concentratiekamp was in Nederland. Korte tijd overigens, maar wel vastgezeten. En daarna in Sint-Michielsgestel. En met name uit de Amersfoortse periode heeft mijn vader zijn drive gevonden om nooit meer oorlogachtige carrière te doorlopen. En is dus een van de Nederlanders geweest die het meest heeft gewerkt aan de totstandkoming van de Europese Unie. Ja. Als Frankrijk en Duitsland in ieder geval geen oorlog met elkaar zouden maken, dan zou het een eind komen. Dus is de oorlog en de nooit meer oorlog opdracht met de paplepel bij mij ingegoten. Ik wil één ding zeggen, het zegt veel over u en uw vrouw, dat u als eerste een plakket op de deur. Ja, maar dat heeft daar ook mee te maken en er komt bij dat bij toeval wij hier op de Nieuwe Keizersgracht zijn komen wonen. En mijn grootvader, die Jood was, mijn grootmoeder niet, mijn oma aan vaderskant niet, maar Goyim, zeggen we dan. Mijn grootvader was Jood. En die heeft hier aan de overkant gewoond. Ook op de Nieuwe Keizersgracht. Dus er was een soort
We wisten dat het de Jodenbuurt waren. We wisten dat dit het Judenviertel was waar rare borden stonden. Toen we kochten, en we wilden dus heel graag weten, bewust zijn van het feit wat er ook in ons huis was gebeurd. En daarom zijn we op zoek gegaan, wilden daar plaquettes op ons huis hebben, maar wilden dat niet doen dan nadat we toestemming hadden gekregen daarvoor van eventuele overlevenden. Ja. Want als nabestaanden dat niet willen, wie zijn wij? En dan hadden we de plaquettes wel gemaakt, maar aan de binnenkant van ons huis, zodat ze niet zichtbaar zou zijn. Maar ik kreeg ook van u, begreep van u, dat er ook een reden is om de plaquettes te maken, dat mensen herinnerd blijven. Ja, nooit meer oorlog. Dat lukt niet. Dat zien we nu met Oekraïne, dat het niet lukt. Maar dat je wel, dat je niet vergeet wat er gebeurd is. En dat kan helpen bij het kijken naar het heden en de toekomst. Dus zowel voor mijn partner als voor mij was het echt zoeken om de nabestaanden te vinden, opdat we dat konden doen. En het is, nu net kwam ik na dit gesprek, ik was wat te laat, wat gelopen, hard gelopen, maar ik kwam buiten en daar stonden vier mensen naar die plaquettes te kijken. En die kijken dan, en dat is toch weer even, dit moet niet meer gebeuren. Je ziet mensen echt heel geëmotioneerd erop kijken. Ook heel bewust plaquettes zoeken. Ja. Heel bewust, waar zijn ze? Ja, waar zijn ze? Ook dat natuurlijk, daar, de schaduwkade die daarna is gekomen en die een, raar om het zo te zeggen, een groot succes is. Ja. Mijn werkkamer is op de eerste verdieping aan de overzijde hier. Ja. En ik zie echt heel veel mensen van plaquettes naar plaquettes. En eigenlijk vind ik altijd indrukwekkendst als er ouders met jonge kinderen langskomen. Ja. En dan gaan ze op de schaduwkade zitten. En dan gaan de jonge kinderen gaan zoeken naar naambordjes van kinderen van hun leeftijd die vermoord zijn. Ja. En komen dan terug en je zie je het gesprek en de geschiedenis die blijft. Ja. En nou, je ziet hier ook als je hier loopt, je ziet die naambordjes, de leeftijden staan erbij. Ja. Dat is toch breed. En alleen omdat je Jood bent. Ja. Ja, nee, maar dat was de enige reden waarom ze vermoord zijn. En ik vind als je, dat is heel raar om het zo te zeggen, maar als je langs de bordjes loopt hier, de hele jonge, maar ook de hele oude, vind ik ook heel wreed. Ja. Gewoon echt oude van dagen die hier weggestrompeld, gevoerd zijn. En beestachtig mishandeld zijn. Dat geldt voor de kinderen ook die helemaal geen leven meer hebben gehad, maar ouderen hebben dan tenminste nog een leven gehad. Ja. Maar toch, dat je ook bejaarde mensen afvoert, is zo'n. Het mooie nu is dat het Holocaust-namenmonument bij toeval hier om de hoek is gekomen. Ja. Wij waren eerst. Maar zij, wat groter, zal ik maar zeggen. En ik denk, ik heb ook oud-tantes die in het Holocaust-namenmonument zijn, dus ik ben ook meteen, toen het geopend werd, gaan kijken. De massaliteit, als je daar doorheen loopt, is zo deels aangrijpend en deels volstrekt onbegrijpelijk, dat dat heeft kunnen gebeuren. Maar ook het verdriet als je al die namen ziet en dat je denkt dat daar een gezin achter staat, families achter staan. Dat je na zoveel jaren je nog met het realiseert dat mensen er tot de dag van vandaag mee bezig zijn. Ja, en leven. Ja. En ja. We denken altijd het is lang geleden. Dus nee. Het geestige is dat ik denk, maar dat weet ik niet, zou ik ze moeten vragen, maar mensen die de massaliteit van het Holocaust-namenmonument zien, en ook de namen en ook de families en de, en dan over de schaduwkade komen lopen, dan zien ze, dan wordt het grijpbaarder. Want het is dan plotseling een huis, je ziet de mooie gevel en je ziet de schaduwkant van die gevel ingemetseld, de gezinnen. En het heeft net de abstractie als het ware van die
102, 103.000 daar. Ja. En de schaduwkade maken samen een ontzettend versterkte kaart. En met de voorzitter van het afzichtcomité, Jacques Gisthaver, heb ik ook regelmatig contact gehad. En het is ook heel mooi dat aan de hoek schaduwkade en Holocaust-monument staat de verwijzing naar het namenmonument. Dat wil zeggen schaduwkade, monument aan het water, waardoor het ja, heel goed bij elkaar komt. Waar is de naam schaduwkade door ontstaan? Nou, de groep die ermee bezig is geweest, ja, heeft heel erg over namen zitten denken. Het zijn allemaal bewoners. Het zijn allemaal bewoners, hier, ja, het zijn allemaal bewoners. Ze zijn met z'n 10 of 15 zeg maar bij elkaar gekomen en ja. Stolpersteinen gedacht of iets anders gedacht en wel van dit deeltje van de gracht. 220 Joden hebben hier gewoond in de oorlog, 200 zijn vermoord. Op een heel klein stukje. Op een heel klein stukje van de Amstel tot de Weesperstraat. Ja, het stelt niet veel voor. Het stelt niet veel voor. Dus eigenlijk iedereen denk ik dan ook. Ja, nou ja. Ja. En als je nu bedenkt dat er nu in dit deeltje ongeveer 200 mensen wonen. Ja. Dat zijn dus bijna allemaal weggevoerd. En de initiatiefnemers van wat dan nu de schaduwkade heet, we hebben heel erg gedacht over de vorm en hoe moet je dat nou doen en hoe kom je precies aan de namen van de mensen die vermoord zijn, die hier gewoond hebben en die vermoord zijn. En een van de onze, niet ik trouwens, is echt op het idee gekomen, het is de schaduwkant van deze mooie kade. Ja. En dat is het ook. Het gekke is, het is wel de noordkant en de noordkant is meestal de zonnigste kant. Ja. Maar ik heb er dus part nog deel in de zin van vondst van de naam niet. Ik vind het een prachtige naam, de schaduwkade. Het geeft de kern aan, hè, dat er eigenlijk een schaduwkant is. De ene kant wonen de mensen, aan de andere kant. Ja, en het zijn allemaal gevels, bijna allemaal, van eind 1600, begin 1700. Ja, ja. Het zijn prachtige gevels. Ja. Het prachtige kade. En dit hangt er, dit is de schaduw die er blijvend overheen hangt. Ja. Wanneer is het ontstaan? 2009. 2009. of iets later, maar zoiets. Nee, we geloven dat onze plaketten zijn op ons huis, de plaketten op ons huis zijn van 2009. En ik geloof dat de schaduwkade van 2012 of 2013 is. En nu zijn alle huizen zijn voorzien van een naambord. Ja. Dus tegenover de huizen tref je hier aan deze kant van de Nieuwe Keizersgracht de nummers van de huizen. Ja. En daaromheen de bordjes, de namen van de mensen, leeftijd en waar ze vermoord zijn. En als je dan omkijkt, dan zie je het huis. En dan zie je het huis en dan zie je waar ze gewoond hebben. En dan zie je dood, vermoord. Zijn er mensen teruggekomen? Er zijn ook mensen teruggekomen die leven geen van allen meer. Maar er zijn wel familieleden die op 4 mei hier komen. Ik kan het zo voorstellen. Ja, omdat het dan ook ja, tastbaarder is, om het zomaar te zeggen. Ja. En soms ontdekken ze het bij toeval. Soms ook heel bewust dat ze komen, omdat ze weten dat hun overgrootvader of... En er is één overlevende, twee overlevenden die we kennen. De ene is Betty, die in ons huis heeft gewoond. Ja. En waar we dus contact mee hebben gezocht, omdat we voor die plaquettes bij ons huis wilden weten of ze daarmee akkoord was. En dat was ze helemaal. En die leeft ook nog steeds. En er is ook nog een oudere dame, die is net 3 weken geleden, 105 geworden, woont in Jeruzalem en die is een paar keer geweest ook en die heeft ook, die heeft niet zelf op de gracht gewoond, maar haar schoonfamilie heeft op de gracht gewoond. Ja. Hebben wij iets van geleerd, van de breedheden? Ik wil niet te groot maken, maar als je al onrust in de wereld ziet, alle ellende. Ik denk, ik ben altijd heel erg scherp op om dingen niet te vergelijken
met zaken die onvergelijkbaar zijn. Ja. Wat er in Oekraïne gebeurt is vreselijk. Is verschrikkelijk. Ik kan er soms echt huilend van rondlopen. Ook door de stad hier en denken, stel dat het hier gebeurt. Ja. Al die uitgerookte panden en dode mensen, gewonde mensen. Maar het is iets anders dan systematisch. Ja. Vanuit Berlijn, waar de beslissing is genomen om de Joden systematisch uit te roeien. Als een fabrieksmatige actie. Dat is zo bijna nergens elders zo systematisch gebeurd dat ik denk, het is maar een kleinigheid, maar dat zich dat niet snel meer in dit deel van de wereld althans zal herhalen. Je ziet het wel gebeuren, ook in andere delen waarbij mensen op religieuze gronden vervolgd, gediscrimineerd, vermoord worden. Ook in China nu, in Syrië, Turkije zie je het gebeuren bij de Koerden. Maar het systematisch vermoorden. Ja. Sinti en Roma, maar dat is natuurlijk onderdeel. Ik bedoel, als we het over de hond, als we het over de oorlog hebben, hebben we het altijd over de Joden en de Sinti en Roma. Ja. Het punt, de Sinti en Roma waren natuurlijk in aantallen zo ontzettend veel minder. Ja. Ik wil niet zeggen dat het niet valt, want het zijn ook gewoon vermoorde mensen. Maar de gedachte erachter was hetzelfde. Hetzelfde, ja. 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 Of het dan één is of... Ja. Maar ik ben mij wel bewust van het stelselmatig uitmoorden van groepen mensen in andere delen van de wereld. Verschrikkelijk. Maar het systematisch in treinen, in veewagons wegvoeren van mensen, omdat het hele, omdat alle Joden vernietigd moesten worden. Dat is zo, nou ja, uniek is absoluut het foute woord, maar is zo... Zeldzaam dat dat, godzijdank, zeldzaam dat het gebeurt, dat je op moet passen de dingen die je afschuwelijk vindt, daarmee te vergelijken. Dat moet je niet doen. Ik vind mensen die het over een lelijk pand zeggen, dat is fascistische architectuur, dan zeg ik altijd, ho, dat is lelijke architectuur. Die vind je overal in de wereld, is nog niet fascistisch. Nee. Daar moet je echt voorzichtig mee zijn, want op het moment dat je dat te vaak doet en te vaak vergelijkt, is er een inflatie van wat er in de wereld, in de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van Joden gebeurd is. Riskeert, komt om de hoek zetten. Moet je het niet doen. Maar vertroebelt het beeld ook over de Tweede Wereldoorlog? Vertroebelt ook absoluut het beeld. En dat neemt niet weg dat wat er in Oekraïne gebeurt of in elders gebeurt ook vreselijk is. Ja. Maar het is net even anders. En dus vergelijk zaken alleen maar die vergelijkbaar zijn. En vergelijk zaken niet met dingen die niet vergelijkbaar zijn. Want dan krijg je hele afschuwelijke effecten. In de 4 mei herdenking, dode herdenking. Ja, ik vind het nog altijd een buitengewoon indrukwekkende gebeurtenis. Erger me wel dat op de Weesperstraat mensen om 8 uur gewoon doorrijden. Het zij zo. Het leven gaat ook wel door. Maar 4 mei hier op de kade vind ik zelf, hebben een hele mooie traditie opgebouwd. Ja. Dat we iemand proberen te vinden die een relatie heeft met de Nieuwe Keizersgracht. Of met gezinnen of mensen die hier op de Nieuwe Keizersgracht hebben gewoond. Die een kort verhaal houden. We hebben altijd een muzikant. Dit keer, nu op 4 mei, komt Eleonore Paameijer, dwarsfluitiste, spelen die de Leo Smit Stichting heeft opgericht. En de Leo Smit Stichting is een stichting die probeert, die bepleit om muziek die geschreven is door vervolgde en vermoorde componisten, en dus veelal Joden, om die weer te doen uitvoeren. En zij komt hier ook partituur van een van de in Auschwitz vermoorde componisten spelen tijdens de herdenking. Het is een hele korte plechtigheid. 15 minuten en uiteraard 10 minuten stilte. Maar we hebben rozen die we allemaal in het hek stoppen van de Hermitage hiernaast. 200 in getal. En iedereen die komt kan er een roos uit het hek pakken en op de naambordjes leggen. Het is geen
dikke toestand. Met een herdenking hele... die we over 100 jaar nog moeten doen. Ja, dat om zou... Om te realiseren dat, ja. Waar het toen om ging. Ja, ja. Het geestige is dat mensen soms zeggen dat het afneemt, het herdenken. Als je naar de Stolpersteinen kijkt, dat is een, raar om het zo te zeggen, maar dat is een groot succes. Ja. Ook de schaduwkade is gekomen in 2013, dat is ook alweer 60 jaar na de oorlog, 65 jaar na de oorlog, 60 jaar na de oorlog. Dus, en het blijft, ik denk dat het gewoon, dat het een blijvend iets is. Je ziet bij ons ook echt jongere mensen erbij staan. Dat is mooi om te zien, hè? Dat jonge mensen er zich ook bewust van zijn. Ja. En ik vind de herdenking op de Dam overigens ook altijd heel indrukwekkend, hoor. Nu we deze herdenking hier hebben, ga ik niet meer naar de Dam. Ja. Maar daarvoor zorgde ik toch altijd wel bij de Dam te zijn. Tegelijkertijd, als je nu naar de schaduwkade kijkt, er zijn ook twee jongetjes die hier altijd staan te vissen. Niet op 4 mei trouwens. Nee. Nou ja, 's ochtends. Het leven gaat ook wel door en dat moet je ook onthouden. Het gaat niet aan... Nou, je hebt natuurlijk wel mensen die nog in het verleden leven. Doordat hun vader, moeder, opa, oma... Eigenlijk dat ze als zonderling leven. Ja hoor. Dus dat vraagt me wel eens af of hun leven nog doorgaat. Ja, nou ja, ik heb er zelf in mijn werk ook heel veel mee te maken, omdat ik voorzitter ben van de restitutiecommissie. Ja. Waar dus veelal Joodse nabestaanden kunst die door de nazi's geroofd is terugvorderen. En daar zie je natuurlijk ook mensen die het als een soort opdracht ten opzichte van hun geschiedenis en met name hun voorouders... heel erg gedreven zijn om alsnog te proberen om die door de nazi's van hun voorouders geroofde kunst terug te halen. Dat zijn hele moeilijke gesprekken, denk ik. Soms wel, omdat we natuurlijk ook moeten kijken of het waar is, de claim. Ja. En of het onvrijwillig bezitsverlies was. Dus is er eigendom en is er onvrijwillig bezitsverlies. Ja. Maar goed, het is emoties een vorm. Maakt een onderdeel ervan. Ja, emoties maakt een onderdeel. En daar moet je open voor staan en bereid zijn om daar. Ik heb net een minnelijke schikking weten te bewerkstelligen. Maar de verzoeker in het gesprek waarin we probeerden tot elkaar te komen, niet ik, maar het museum dat het spul had nu en de verzoeker. Verzoeker wilde alles vertellen over de geschiedenis. Ja. Dat is ook volstrekt begrijpelijk en dat moet je ook vooral laten. Je moet op een gegeven moment ook zakelijk worden. Ja. Maar niet zakelijk, maar ter zake komen. Ter zake, ja. Maar voor iedere partij is het denk ik dat ook die restitutiecommissie, dat het een keer afgelopen is. Ik denk wat de restitutiecommissie betreft dat er een moment komt dat er geen verzoeken meer zijn. Ja. Maar zolang er nog verzoeken zijn, moet die restitutiecommissie blijven bestaan. Ja. Omdat in die restitutiecommissie we niet alleen maar met juridische kwesties bezig zijn, maar... Ja, ook met rechtsherstel langs de lijnen en ja. Het zijn hele moeilijke gesprekken, denk ik. Het zijn lastige gesprekken, soms omdat je niet alleen naar de geschiedenis wil kijken, ook naar de geschiedenis wil kijken, maar ook probeert die te reconstrueren in de zin van, is er sprake nu van iemand die met recht zegt, mijn grootvader had, overgrootvader had dat spul. En die waarop wij kunnen vaststellen, min of meer vaststellen, hoogstwaarschijnlijk maken
dat er sprake is van onvrijwillig bezitsverlies. Daar doet het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, doet daar voor ons het onderzoek. Maar daar zie ik natuurlijk toch, daarom kom ik erop, de emotie die speelt. Ook mensen die hebben net twee doeken kunnen restitueren. Dat ze de beslissing kunnen nemen om te restitueren. En de kleinzoon en ik samen met een paar anderen zijn in Amersfoort bij het archief geweest waarop hij voor het eerst die twee doeken ziet. En het is een hele rustige, matter-of-fact soort man, aardige vent. Maar dan zit hij plotseling voor die doeken die bij zijn ouders, of niet ouders, bij grootouders, thuis gehangen hebben. Ja, dat emotioneert, het is niet anders. Heel begrijpelijk, heel begrijpelijk. Ja. Laten we 4 mei ook stil zijn voor de mensen van de schaduwkade. Laten we dat met elkaar afspreken. Ja. Want dat verdient. Verdienen al die mensen. Ja, dat verdienen ze. En de moeder die in ons huis woonde, is als laatste weggevoerd. 2 zoons waren eerder op razzia's gepakt. En zij is de trap afgezeild en schreeuwde: ik heb helemaal niemand iets misdaan. Waarom doen jullie dit? De breedheid. En er woonden mensen in het huis die dat hebben gehoord. En die overigens ontzettend goed hebben gereageerd. Want die zijn voordat Puls langskwam en de hele boel meenam, 2 of 3 meubeltjes uit het huis naar hun huis gehaald. En dat zit nu in Jeruzalem bij de dochter in huis. Ja mensen, wat kan je erop zeggen? Het is te erg voor woorden. Het blijft ook onvoorstelbaar. En alleen maar omdat ze Jood waren. Alleen omdat ze Jood waren. Ja. En de schaduwkade is ook echt ontstaan vanuit het idee vasthouden. En we komen op voor elkaar. Ja. Ja. En we vergeten ze niet. We staan hier op Museumplein in Amsterdam. En als je aan het Museumplein denkt, dan denk je aan het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Volksmuseum. Maar het Zigeunermonument, wordt een beetje vergeten. En het staat toch al een hele tijd, hè? Ja. Ja, het Zigeunermonument, eigenlijk zeggen wij geen Zigeuner, maar Sinti en Roma monument. Dat is hier al geplaatst in de jaren 70. Maar eigenlijk is het toch een beetje een vergeet hoekje van het plein. Ja. Dat komt eigenlijk ook omdat het er staat geen bordje bij, geen verlichting 's avonds. En je ziet ook eigenlijk dat iedereen rookt hier, mensen laten de honden uit. Het is gewoon echt niet mooi en waardig afgezet als monument. Het komt bij mij een beetje over van waar zullen we het plaatsen? Ach, daar hebben we nog een plekje. Ja. Dat is een beetje jammer, want we realiseren ons denk ik niet, maar als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, dan hebben we toch veel al over de Jodenvervolging, terecht. Maar we vergeten een beetje in de geschiedenisboeken de Sinti en Roma.
klopt. Sinti en Roma zijn eigenlijk bijna tot niet genoemd in geschiedenisboeken. Al sinds mijn vroege jeugd maak ik me daar druk om, op de basisscholen. Ik probeer dat ook als voorzitter van de vereniging Roma Belang in Nederland eigenlijk te veranderen. Maar het gaat heel moeizaam. Want je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, van instanties en instellingen om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, wij geven ook gastlessen op school, daar hopen we ook wat mee te bereiken. Ja. Maar zo'n monument als hier, ja, daar moet toch meer bekendheid aan komen. Kijk, het is natuurlijk wel mooi dat het midden in het centrum staat. Het staat wel in een belangrijke locatie bij het Concertgebouw en het Rijksmuseum. Maar het is, ja, echt het hoekje zo en deze bomen. Het is echt te afgeschermd van, van het openbare publiek. Als we kijken naar de City in Rome in de Tweede Wereldoorlog. We hebben de Jodenvolk gehad. En alle City in Rome, die zijn ook. Ja, van onze familie is meer dan 90% tot 95% weggebracht door de Nederlandse politie, opgepakt en in Westerbork doorgestuurd naar Auschwitz. Hoe wisten ze dat het Sinti en Roma waren? Kijk, de Joden waren herkenbaar. Ja, in Duitsland was er ook al een Zigeunerraad opgericht om Zigeuners te registreren. In Nederland heeft dat voorbeeld gevolgd. En zo werden zij ook echt bijgehouden en geregistreerd. En dat waar was voor zij wonen. De Tweede Wereldoorlog al. Dat begon al eind jaren 30 eigenlijk, om hen te registreren. En Hitler was natuurlijk al eigenlijk vanaf 1933 met de Olympische Spelen al bezig om eerst Berlijn Zigeunen vrij te maken. En dat lag eigenlijk allemaal al in de plannen. En Nederland volgde dat toch al behoorlijk fanatiek op. En heeft ook dat allemaal bijgehouden in registers waar zij woonden. Ja. En ook politieagenten, wijkagenten gingen ook bespioneren waar zij woonden. Om eigenlijk op 16 mei... dus die opdracht uit te voeren om alle mensen met zigeunerachtige kenmerken op te pakken en naar Westerbork te sturen. Daar werden zelfs eigenlijk, volgens de Duitsers waren de Nederlandse politie eigenlijk nog te fanatiek, ook woonwagenbewoners, meer de blankere reizigers in woonwagenbewoners, werden daar ook heen gestuurd. Maar die werden in Westerbork weer vrijgelaten, want hen tijd was het nog niet. Ja, ja. Waar woonden de zigeuners, de City Roma in Amsterdam, welke delen? Of verdeeld over de hele stad? Je kunt eigenlijk niet zeggen dat ze in Amsterdam woonden, want ze woonden in woonwagens. Ja. En zij reisden nog, ze hadden ook reizende beroepen. Ja. In 1943 zijn zij wel door de Duitsers en de Nederlandse regering, die hier aanwezig was, nog vastgezet. Toen was er een reisverbod. De wielen moesten onder de woonwagens, de paden werden afgenomen. En toen moesten ze eigenlijk hier en daar huizen betrekken. Ja. Nou waren er wel wat Sinti die eigenlijk in de omgeving bij het Rembrandtplein in de buurt woonden. Dat waren ook muzikanten in die tijd. Maar mijn familie is hier eigenlijk pas gekomen als onderduikers. Oh. Nadat de razzia had plaatsgevonden, zijn ze eigenlijk op zoek gegaan naar een onderduikadres. Ja. Zij zijn ten nauwe nood eigenlijk aan de razzia ontsnapt. En toen zagen ze eigenlijk dat alle familie in de straat was opgepakt. En toen zijn ze eigenlijk naar een onderduikadres in de Jordaan terechtgekomen bij de familie De Oude. Ja. Bekende Jordaanese naam. Hele bekende familie die ook echt het leven van onze familieleden in de Jordaan hebben bespaard. Ja. Maar ze hebben een jaar lang geen daglicht gezien. Dus wat een breedheden zijn er destijds gebeurd, hè? Ja, het is ongelooflijk dat een volk dat een ander volk aan kan doen. En, en dat het nog steeds bestaat op deze wereld. Want het is nog steeds niet gestopt. Vervolging van andere rassen. Nee, de oorlogen zijn er ook nog steeds. Ja. Hoe zijn de Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog? Die zijn vrijwel allemaal opgepakt. In Nederland waren dat er 300 zoveel, dacht ik. Ja, klopt. Werden in Nederland een paar honderd Sinti, Roma en reizigers werden dan opgepakt. Toen werden er wat reizigers vrijgelaten en Sinti en Roma die buitenlandse papieren hadden, bijvoorbeeld van Italië of Guatemala. Er bleven er ongeveer op papier 245 mensen over die zijn verder getransporteerd. Ja. Maar het zou me ook niet verbazen als dat aantal eigenlijk hoger ligt. Want er waren ook hier en daar wat mensen opgepikt die niet rechtstreeks in Westerbork zijn geregistreerd. Ja. Zijn er ook mensen teruggekomen? Er zijn maar heel weinig mensen teruggekomen. Heel weinig. Leeft er nog iemand daarvan? Van de teruggekomen mensen leeft er volgens mij helaas niemand meer. Hoe kijken Sinti en Roma terug op die tijd? De meeste Sinti en Roma houden er niet van om daarover te spreken. Daarom zijn het vaak de volgende generaties die eigenlijk
ja, net als ik, hun mond hebben open gedaan. Om te laten zien van, hé, wij zijn ook vervolgd. Ja. Maar voor Sinti en Roma zelf daarover te praten, vooral de oorlogsslachtoffers en hun kinderen, dat is heel moeilijk en emotioneel. Je bent tweede generatie slachtoffers van... Van de Tweede Wereldoorlog. Van de Tweede Wereldoorlog. Daar leef je nog dagelijks mee? Nou, ik moet wel rekenen. Met het verdriet van de ouderen, daar heb ik mijn hele leven mee geleefd. Ja. En dan leef je inderdaad, zeker in deze periode, leef je daar heel erg mee. Het is raar dat het alleen om deze periode gaat. Wat zeg je? Het is raar dat het alleen om deze periode gaat. Nee, maar laat ik zeggen, je ziet nu dat, laat ik zeggen, van deze periode tot 4 mei, dan hebben we het er allemaal over. En na 4 mei, dan gaan we weer carnaval vieren. Alleen op die dagen? Het is raar zitten we in elkaar. Nou kijk, eigenlijk voor de meeste mensen is dat zo. Ja. Je moet rekenen, dan praat ik over mezelf, zal het in deze periode intensiever zijn. Ja. Maar het is niet zo dat het bij mij in ieder geval en bij vele anderen zien die, dat het niet alleen maar over deze periode en ook niet de aanloop daarheen gaat. Zowel daarna als het hele jaar door. Ja. Bij een foto die je ziet, of wanneer het over oudere familie gaat of wat dan ook. Dan staat toch altijd het motortje achter in het hoofd wat draait van zo en zo met de mensen gelopen. Ja. Snap je? Ja. En dan het lijden eigenlijk, dat heb ik veel gezien bij de ouderen eigenlijk, vooral bij mijn moeder eigenlijk. Als de muziek dan opstond, dan van de familie, ik kom dan uit de muzikale familie. En dan, dan rolden daar natuurlijk ook de tranen van alle mensen die daar... Mensen vergeten dat nooit. Nee. Dat denken wij wel eens, dat het zoveel jaar geleden is en dat dat voorbij is. Nee, dat wordt zeker... zo gaan die dingen, dat mensen dat denken. Maar ja, als je dan ook echt uit zo'n familie komt, is dat natuurlijk een heel ander verhaal als dat je alleen de 2 minuten kent op 4 mei van de stilte, zeg maar. Hè? Ja. De dode herdenkingsdag. Ja, voor veel anderen is dat een heel leven geweest. Ik heb familieleden gehad die nooit nergens anders meer over konden spreken. Ja. Die daar niet meer over konden spreken. En ook anderen die nergens anders over konden spreken, heb ik ook gekend. Ja. Naar vandaag toe moet je rekenen ook vervolging van de oorlog en ook discriminatie en vervolging vandaag nog voor ons. Ja, daar gaan we een aparte aflevering over maken. Hartstikke goed. Okay. Moet je wel je belofte houden. Wat zeg je? Je wil je belofte houden. Nou ja, die knip je eruit, maar geloof me, als ik zeg dat we een aflevering over maken, maak een aflevering over. Het is van mij, dus ik bepaal. Ja. Verder, ik heb niks te maken met producenten of zo. Dus ik maak er een aflevering over. Ik wil het verhaal horen. Wat heb je ervan meegekregen eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog? Ja, vooral het vluchten. De vliegtuigen die er naar beneden kwamen. Waarin de familie gevangen zat in... rondom in het vuur met hun woonwagens. Nog levende, eigenlijk reizende met paard en wagen tot in de oorlog. En daarna in de oorlog de woonwagens uit. Continu eigenlijk angst voor wat er zou gaan komen. Veel nazi-sympathisanten overal in de buurt. Waarvan men nooit wist wat er boven hun hoofd hing. Dan eigenlijk uiteindelijk de grote razzia voor iedereen, voor alle Sinti's en Roma's in Nederland. Dezelfde dag, dezelfde tijdstip. En eigenlijk de enkelingen die hebben weten onder te duiken eigenlijk. Ja. Waaronder mijn moeder een jaar lang geen daglicht hebben gezien. Ook wat helden die in het verzet zaten en... wat mensen, zoals mijn familie, zeg maar, opgevangen hebben. Ook mijn grootvader, die met gevaar voor eigen gezin, toch nog een gedeserteerde Duitse militair hebben eigenlijk geholpen om weg te komen. Met gevaar voor eigen leven, hè? Snap je? Al die verhalen en dan eigenlijk het einde van de oorlog, bevrijding. Kijk, wij vieren nu bevrijding 5 mei. Maar ja, wat is het? Een feest met festivals en
vieren, maar voor die mensen was 5 mei, ja, dat was bevrijding echt. Want dan konden ze eruit. Ja. Uit hun... Ik vraag altijd me af hoe die mensen naar de huidige tijd kijken. Ik vraag me altijd af hoe deze mensen, die dat daadwerkelijk hebben meegemaakt, hoe ze naar de huidige tijd kijken. Ja, ik denk, als ik het heel erg moet zeggen, de meeste mensen van die oude generatie die dat meegemaakt hebben, hebben eigenlijk nooit veel vertrouwen meer gehad in de samenleving. Kijk, waren natuurlijk ook ambtenaren, politieambtenaren, vooral die eigenlijk iedereen opgehaald hebben. Er is eigenlijk geen Duitser aan te pas gekomen. Ik moet zeggen dat je daarbinnen ook wat politiemensen had die aan de goede kant waren. Maar ook tevens waren de politiemensen die dan de Sinti's en Roma's op kwamen halen eigenlijk. Ja. Die eerst van tevoren altijd bakjes koffie kwamen drinken. Ja. En iedereen konden. En op het moment dat ze de opdracht hadden, eigenlijk iedereen op kwamen halen. En onder het mom van allerlei leugens, eigenlijk identiteitscontrole, op de trein naar Westerbork hebben gezet. En daar kwamen eigenlijk de eerste Duitsers er pas aan te pas. Ja. En dat vertrouwen eigenlijk in dat soort overheden is eigenlijk altijd helemaal naar nul gedaald. Ja. Eigenlijk ook veel mensen die na de oorlog eigenlijk, ook voor de oorlog had je die discriminatie. En na de oorlog stopte dat ook niet. Dan kreeg je dat de mensen nog steeds problemen hadden als ze wilden reizen met hun woonwagen. Nou, mensen oordelen makkelijk, hè? Ja, en dat is ook vergeten. Eigenlijk was er voor de Sinti en Roma niet zoveel plaats na de oorlog. Hun verhaal, eigenlijk de Holocaust werd meer een Joods verhaal. Ja. En, eigenlijk werd er over ons eigenlijk nooit gesproken. Nee. Dat heeft de oude generatie en ook de tweede generatie altijd veel pijn gedaan. Ik hoor daar nog regelmatig mensen over dat het eigenlijk over ons nooit ging. En eigenlijk ook veel te weinig gaat, laat ik zo zeggen. En ook zijn de Sinti's en Roma's niet altijd de mensen die dan vooraan willen staan in de rij en zeggen van... Wij willen nu in het nieuws, of wij willen nu in de picture of in de schijnwerpen zijn mee. Maar dat had eigenlijk veel meer moeten gebeuren eigenlijk. Ik moet wel zeggen dat bij het Holocaust Namenmonument ook de Sinti en Roma staan. Hè? Staan er ook op, maar ja. Eigenlijk laat ik maar even zo zeggen, een tijd geleden. En toen ik zeg maar nog een klein jongen was, of ging het eigenlijk praktisch niet over ons. Nee. Snap je? Nee. En ook heel lang ging het daarna nog niet over ons. Nee. Maar zo zijn er, laat ik zeggen, niet om die te wachten, dat ik zie het zeker niet. Maar zo zijn er ook over homofielen gaat het ook nooit. Over geestelijke gehandicapten gaat het ook nooit. Het waren alleen maar, het ging over de Joden. Ja, maar kijk, ook niet alle groepen zijn mensen van opgepakt in Nederland. Moet je niet vergeten. Kijk, in de Europese zin wel. Ja. Bijvoorbeeld in Duitsland. Maar in Nederland zijn ook niet alle groepen opgepakt. Maar praat je over pakweg mensen, Joodse mensen, Sinti en Roma en... Zetsmensen, zeg maar, ja, die zijn zeer zeker in Nederland opgepakt en ook gedeporteerd naar concentratiekampen, naar vernietigingskampen, snap je? En daar ook werkelijk gestorven. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat die op de eerste plaats, als we het over Nederland hebben, eigenlijk op de eerste plaats wel altijd in het verhaal hadden moeten zitten eigenlijk. Denk ook, al vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaag. Ja. Oké, okay, met de tijd worden mensen misschien steeds meer wakker ervoor. Maar het is jammer dat pakweg een hele hoop van die eerste generatie mensen dat niet mee hebben mogen maken. Nee. Snap je? Nee. En die hebben toch wel met die pijn gezeten en ook met de teleurstelling dat het niet, dat pakweg die groep daar niet genoemd in werd, snap je? Ja. Dankjewel. Anton de Kom is geboren in Suriname in 1898. Hij is overleden in een Duitse concentratiekamp in 1945. En hij is, denk ik, de belangrijkste, of de eerste anticoloniaal auteur
uit Suriname. In 1934 schrijft hij het boek Wij slaven van Suriname. Ja. Dit boek is een regelrechte aanklacht tegen de slavernij, die daar natuurlijk al lang is afgeschaft, maar vooral ook tegen het Nederlands beleid in Suriname. Voor wat betreft de nazaten van slaven, maar ook contractarbeiders uit India, uit China, uit Indonesië. De slavernij was afgeschaft, maar de gevolgen waren nog steeds merkbaar. Ja, tuurlijk. Hè? 1863 is de slavernij afgeschaft. Maar de bevolking in Suriname in het begin van de 20e eeuw is nog steeds ontzettend arm. Er is veel armoede, er is veel werkloosheid. En Nederland heeft zijn handen eigenlijk afgetrokken van de kolonie. En de kom roept op niet tot een gewapende strijd, maar hij roept op tot een betere behandeling van de kolonie Suriname, die in de 18e, begin 19e eeuw natuurlijk nog heel veel opbracht en van grote waarde was voor Nederland. Maar die begin 20e eeuw eigenlijk, zoals hij zelf schrijft, verwaarloosd wordt door Nederland. Het slavernijverleden was afgeschaft, de slavernij, en wij verlieten eigenlijk gelijk Suriname, of niet? Nou, dat begint eigenlijk al eerder. Hè. In 1773 is er een beurskracht in Amsterdam. Dan gaan heel veel plantage-eigenaren failliet, want die hebben hele grote hypotheken op hun plantages genomen. Dat waren met name Nederlanders? Het waren veelal Nederlanders, ja. Er waren ook wat Fransen, Engelsen natuurlijk, maar de hoofdmoot waren Nederlanders. En door die beurskracht is er een uittocht van mensen. Hè? Voor een groot deel waren de plantage-eigenaren al op afstand. Heel veel plantage-eigenaren woonden in Amsterdam, waren misschien zelf nooit in Suriname geweest, maar hadden mensen die hun zaken behartigden. Maar Suriname heeft een slechte naam als het gaat om de behandeling van de slavenbevolking. En dat verandert eigenlijk niet als het gaat om de contractarbeiders die na de afschaffing van de slavernij naar Suriname komen. Ja. Hoe is Anton de Kom, want hij is geboren na de afschaffing van de slavernij. Maar hoe is hij dan in contact gekomen met die slavernij? Dat heeft waarschijnlijk met zijn ouders te maken die het verhaal vertelden, zijn opa. Ja, Anton de Kom zijn grootouders in ieder geval zijn in slavernij geboren. En veel mensen die in de periode tussen 1863 en 1920 geboren worden, voelen nog dagelijks aan den lijve de gevolgen van die slavernij. Vind je niet dat we daar weinig voor deze zin die jij zegt? De mensen tegenwoordig voelen nog steeds dagelijks de gevolgen van die slavernij. Dat geldt ook voor eigenlijk de mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven en de geschiedenis die er nu mee te maken krijgen. Daar wordt ook wel iets verweten van, het is toch zo lang geleden waar. Ja, nou ja. Dat geldt ook eigenlijk voor de slavernij een beetje. Hè. Moeten wij dat ooit vergeten? Ik denk dat we dat nooit moeten vergeten. En ik denk dat we nog maar aan het begin staan van het verwerken van die geschiedenis. Omdat, ja, naar mijn smaak, en nog veel te weinig mensen iets weten van die geschiedenis. De Kom herinnert ons allemaal aan die zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Maar de Kom werd in 1934 natuurlijk maar door een handjevol mensen gelezen. Nu hebben we gelukkig, doordat de Kom is opgenomen in de kanon, zijn boek wordt beter gelezen, hebben we een groeiender besef van die geschiedenis. Maar nog steeds is het voor heel veel mensen, denk ik, in Nederland een ver van mijn bedshow. En het is natuurlijk belangrijk dat we iets weten van die geschiedenis. En het is niet alleen maar een geschiedenis van Surinamers, maar het is ook een geschiedenis die Nederlanders aangaat. Want het is een stukje Nederlandse geschiedenis in Suriname. En de Kom vertelt een geschiedenis die we in de vorige eeuw eigenlijk niet wilden horen. In de vorige eeuw, mensen als Colijn, die praten nog over
De enorme successen van Pieter Jansson Koen, van Piet Hein en noem maar op. Dus dat heroïsche gevoel over Nederland als grote zeemacht, dat is nog eigenlijk de bovenliggende visie op de geschiedenis. De kom doorbreekt dat. Maar het duurt tot eind jaren 60 als Surinaamse studenten aan de Universiteit van Leiden het boek van de kom vinden. En zo verbolgen zijn over die geschiedenis. Het uitgeven opnieuw. Hè, ze typen de tekst over. Ze geven dat opnieuw uit. En eigenlijk vindt er dan pas een schokgolf plaats door Nederland. En door Suriname. Wat is ook eigenlijk nooit door de Surinamers, niet in Nederland en in Suriname, is eigenlijk ook altijd het boek weinig gelezen. Nee. Of nooit gerealiseerd eigenlijk dat het boek er was. Het boek is in Nederland verschenen en de kom spreekt ook vooral een Nederlands publiek aan. Maar in Suriname was het boek natuurlijk moeilijk te krijgen. En nog los van, want een boek kostte in 1934 natuurlijk ook geld, dat was niet voor iedereen betaalbaar. In Nederland kon je het nog via leesbibliotheken, leesmappen, kon je dat nog inkijken. Maar omdat die studenten dat via stencils verspreiden eind jaren 60, wat uiteindelijk resulteert in een nieuwe druk in 1971, is er een groeiende bekendheid voor die geschiedenis. Maar het is vooral belangrijk, denk ik, om die geschiedenis een plek te geven. Om ten eerste die geschiedenis te erkennen, want ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben van wat die slavernijgeschiedenis betekende. Maar ook niet hoe het leven van contractarbeiders eruit zag, want die waren weliswaar vrij, maar de kwaliteit van het leven was niet veel beter. Hè? Vrijheid is natuurlijk een groot goed, maar vrijheid is vaak ook dat je vrij bent om van de honger te creperen. Hè? Ik denk dat het goed is dat we nu een opleving hebben van de belangstelling voor Anton de Kom, omdat hij ons helpt om die geschiedenis te begrijpen, dat is één, maar ook om die geschiedenis te verwerken, een plek te geven. Daarnaast is de kom, behalve zijn antikoloniale historische publicatie, is hij ook heel belangrijk, omdat hij in de Tweede Wereldoorlog ook een rol speelt in het verzet. Hij is niet voor niets opgepakt in Nederland en naar een concentratiekamp gebracht in Duitsland. En een paar weken, of heel kort voor de bevrijding, overlijdt hij. Ja, laat je het connecties met de Communistische Partij in Nederland. En daar gaf hij ook lezingen. Ja. En die Communistische Partij die had weer connecties, eigenlijk de verbondenheid met de dokwerker in Amsterdam. Ja. Dus als je naar die dokwerker kijkt, dan zou je ook een beetje aan Anton de Kom moeten denken. Ja, want de kom stond vooral voor rechtvaardigheid, ja. Een betere behandeling van de normale mensen, arme lui, arbeiders. En dat zijn arbeiders in Suriname die als slaven, als contractarbeiders gewerkt hebben, maar ook de arbeiders in Nederland. Dus hij voelde die verbondenheid die heel erg dicht tegen die communistische gedachte van broeders, alle landen, verenigd u. En hij maakt ook niet het onderscheid tussen de arbeiders met een kleur en arbeiders met een witte neus. Het was in feite dat hij zei van, wij moeten opkomen voor alle onderdrukte in de samenleving. Dus één, had hij natuurlijk die antikoloniale bril. Maar twee, zag hij ook het lot van de arbeiders aan beide kanten van de oceaan. En probeerde hij een steentje bij te dragen aan de lotsverbetering. En de lezingen die hij gaf, dat waren vaak lezingen die natuurlijk dicht lagen tegen wat andere mensen vanuit de Communistische Partij allemaal zeiden. Maar de kom heeft nooit gezegd dat hij lid is van de partij. Hij is ook geen lid geweest, maar hij sympathiseerde daar wel mee. En uiteindelijk is zijn boek, wat in Nederland in 1934 verschijnt, is in 1935
En in 36 in een Duitse uitgave verscheen. Eerst in Moskou, toen in Zürich. En daarmee zie je dus ook dat zelfs de communistische partij in Rusland wel degelijk het verband ziet tussen het lot van de arbeiders en het lot van de arbeiders in de koloniën. Ja. Er is in Amsterdam ook het Anton de Komplein in Zuidoost. Er staat ook een beeld van hem. Hoe moeten wij Anton de Kom herinneren? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de Kom met z'n allen omarmen als een figuur die ons helpt om de koloniale geschiedenis van Nederland, die natuurlijk niet fraai is, om die om dat te beginnen te verwerken. Hè. Het is een gedeelde geschiedenis en dat zegt de Kom ook. Het is niet dat hij oproept tot gewapende strijd, maar hij wil vooral begrip kweken. Ja, de dialoog aangaan met mensen. De dialoog aangaan met mensen, ja. Rechtvaardigheid, democratie en de strijd tegen verdrukking in het algemeen. Recht van de mens, dat zijn allemaal belangrijke thema's in zijn werk. Dat is een belangrijk onderdeel, denk ik, van de herinnering van de Kom. Maar ook zeker zijn rol in Nederland, zijn rol in het verzet. En natuurlijk de tragische manier waarop hij om het leven gekomen is. En daarnaast is er natuurlijk nog een belangrijke laag die voor mij en voor de Anton de Kom Stichting in Nederland heel belangrijk is. Dat is namelijk dat hij als Surinamer in Nederland de Nederlandse overheid wakker probeert te schudden en probeert aandacht te vragen voor de problemen in Suriname. Dus in feite is de Kom zowel voor de mensen in Suriname als voor de mensen in Nederland een uitgesproken figuur om het historisch besef te vergroten en om eigenlijk te beginnen aan het verwerken van die donkere geschiedenis. Ja. Dit boek is onlangs uitgekomen. Ja. Het zijn spinverhalen. De spin Anansi is een bekende figuur in de Surinaamse cultuur. Eigenlijk is dat een spin die ook in West-Afrika voorkomt. Die spin heet Anansi. Het is misschien een beetje vergelijkbaar met onze Reinaard de Vos. Maar dit zijn verhalen die de Kom aan zijn kinderen vertelde toen ze klein waren. En hij heeft daar aantekening van gemaakt, hij heeft die verhalen opgeschreven. En pas recentelijk is dit uitgegeven in een prachtig boekje door Atlas Contact. Ook in samenwerking met de Anton de Kom Stichting. En dit is een naast Wij Slaven van Suriname en naast bijvoorbeeld gedichten die hij geschreven heeft, is dit een belangrijk werk van Anton de Kom. En dat herinnert ons maar nog maar eens aan hoe belangrijk hij is voor ook de Surinaamse cultuur en ook de Surinaamse geschiedenis. Dank. Dit onderdeel is met twee schrijvers en met een dame waar wij het boek van haar moeder gaan bespreken. Het zijn allemaal boeken over de Tweede Wereldoorlog. De ellende die daar is gebeurd. De wreedheden die daar zijn gebeurd. En als je alle drie de boeken leest. Hè, ik heb een boek gekregen van Saskia, Tot de dood ontscheidt. Kijk, zo zien we het beter. Ja, zo zien we het beter. Voor het hoofd van Saskia. Dat is niet netjes. En het boek van Wally de Lang, de Rasja's van 20 en 23 februari 1941 in Amsterdam. Het boek van haar moeder over de concentratiekampen. En de Westerbork. En Westerbork, ja. Haar levensverhaal. Levensverhaal, ja. Zullen we beginnen met het boek van Saskia?
tot de dood ontscheidt, de huwelijken van Campus Terborg. Hoe ben je daartoe gekomen? Ja, het begon met een familiegeschiedenis. Ja. Met mijn oud-tante, Annie. Ja. En ik kwam erachter dat zij in Westerbork nog getrouwd is met haar vriend Hans. Dit zijn de originele foto's. Maar hoe? In gesprek gegaan. Maar, hoe zit dat nou? Wat was er nou? Wat is er nou gebeurd in de oorlog? En eigenlijk wist niemand daar veel van. Maar op een gegeven moment kwam hij wel met dat verhaal van... Wist jij dat je oud-tante Annie, dus dat is dan de zus van mijn oma... Ja. Dat die nog getrouwd is in Westerbork. Nou, toen stond ik natuurlijk versteld. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Ik keek op internet. Ik zag daar nog steeds niet zo heel veel informatie over. Behalve dan één zinnetje op één website... dat er honderden huwelijken waren geweest. Nou ja, dus toen wist ik nog steeds niet zoveel. Honderden huwelijken. Zijn het er dan 200 of 600? Nou, uiteindelijk bleken het er 261 te zijn... En toen ben ik gaan zoeken in de archieven en gaan spreken met nabestaanden en foto's interpreteren. Welke nabestaanden heb je dan gesproken daarover? Nou, meestal de mensen van wie ik dan een foto vond. Het is in beginsel een fotoboek. Daar ben ik mee in contact gekomen ook om te vragen of ik die foto's dan mocht gebruiken. Ja. En zo kwamen dan meestal de gesprekken op gang. En soms hadden mensen heel veel verteld over dat huwelijk. En soms helemaal niks. Ja. Ja. Zijn de huwelijken gesloten uit liefde voor elkaar? Voor een deel. Ja, voor een deel. Bijvoorbeeld bij mijn oud-tante en haar, haar vriend... Zij waren al verloofd, zij kwamen verloofd binnen in Westerbork. En toen ze hoorden dat ze kon trouwen op die plek, hebben ze dat gelijk geregeld. En binnen een week hebben ze de actes van de ondertrouw weten te regelen. En zijn ze in het huwelijk getreden. Ja. Dus binnen een week na aankomst. En ze zijn in totaal 36 dagen getrouwd geweest totdat de dood hen scheidde. Dus ze hebben maar kort huwelijk gehad. Hm. Maar er zijn ook heel veel... paren voor wie dat niet gold. Dat in elk geval vaak wel veel korte huwelijken, maar er zijn ook heel veel paren geweest die niet uit liefde trouwden. En om dat goed te begrijpen, moet je eigenlijk iets weten over de geschiedenis van Westerbork. Want het is opgericht als vluchtelingenkamp. Vooral na de Kristallnacht zijn er heel veel Duitse Joden naar Nederland gevlucht. Maar ook uit Oostenrijk, Polen, Oekraïne. Allerlei plekken uit het oosten kwamen mensen, Joden hier in Nederland. En die moesten opgevangen worden. En Nederland zat er een beetje mee in zijn maag. En heeft uiteindelijk Westerbork opgericht als kamp. Het zijn allemaal Duits sprekende Joden. En in juli... 1942 is het kamp pas in nazi-handen gekomen. Dus de vluchtelingen van wel eer werden opeens gevangenen. Maar ze hadden eigenlijk al een hele goede kampstructuur. Dus zij hadden alle posities, alle baantjes die ertoe deden. En ze hadden ook uitstel van transport. En dat gold ook voor de echtgenoten. Nou, en dan kom ik op het punt waarom ik dit vertel. Dus mensen die aankwamen... in Westerbork, Nederlandse vrouwen, als zij dan zouden trouwen met zo'n Duitsstalige eerste kamp ingezeten, heet het dan, werden zij vaak vrijgesteld van transport. Verstandshuwelijken. Ja, oké, dus we moeten het niet al te romantisch maken. Nee, zeker niet. En want ik vraag me af, zouden die mensen ook getrouwd zijn als ze elkaar in Amsterdam hadden gezien? Nou, waarschijnlijk niet. Maar het is weer wel zo dat uit sommige van die verstandshuwelijken toch kinderen zijn gekomen. Ja. En dat die mensen ook weer bij elkaar zijn gebleven. Dus de scheidslijn is niet zo zwart-wit. Nee, dat is zeker niet. Zeker. Maar zeker niet zijn ze allemaal uit de romantiek begonnen. Nee. Ja. Maar van mijn oud-tante en haar vriend mag ik aannemen van wel. Dus ik geloof graag dat zij... Heb je daar de verhalen van je vader over gehoord? Nou, daar waren niet zoveel verhalen. Nee. Ik wist eigenlijk niet meer dan dat zij elkaar hadden ontmoet in het Apeldoornse Bos. Het krankzinnige gesticht, zoals dat toen genoemd werd. Dus een plek waar psychiatrische patiënten werden behandeld. En zij was daar beginnend verpleegkundige. En hij kwam daaraan als tuinknecht.
Dus dat wist ik van mijn vader, dat ze elkaar in het Apeldoornse Bos ontmoet hadden. En voor de rest heb ik eigenlijk heel veel uit de archieven kunnen halen. En bij Westerbork? Bij Westerbork, inderdaad. Ja, je staat eigenlijk versteld hoeveel je toch nog aan persoonlijke informatie kunt vinden. Maar vooral ook ben ik in contact gekomen met de familie van Hans. Die kenden wij helemaal niet. Dat was niet een bestaand contact. Dat was... Ja, dus Hans, de man van... De man van Annie. Ja, en dus Hans familie bleek nog brieven te hebben... waarin zij hun verblijf in Westerbork beschreven. Dus het waren twee brieven en twee kaartjes... Dus dat, daar kon ik het mee doen. Dat was alles, ja. Ollie de Lang, de razzia's van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam. Het lot van 389 Joodse mannen. Echt een historisch geschreven, afhankelijk, echt gevoeld door feiten. Ja, zeker. Het boek. Ja. Er zit, in tegenstelling tot het boek van Saskia, zit er weinig romantiek in het boek. Zijn die vechtpartijen ontstaan? Heb je daar een idee van gekregen? Ja, er was natuurlijk al sinds langere tijd de opkomst van de NSB met die knokploegen. En in de loop van eind 1940 en begin 1941 nam het aantal vechtpartijen heel erg toe. En de Nederlandse politie kon dat allemaal niet in de hand houden. En die vechtpartijen van die NSB'ers die waren voornamelijk gericht tegen de Joden. Joden, stalletjes in het water duwen, ramen ingooien, pesterijtjes. Maar dat liep zo ver uit de hand, totdat een keer een NSB'er daarbij het leven heeft gelaten bij die gevechten, moet ik even zeggen. Heel lang hebben de Joodse mannen van dit plein dat aangezien, al die gevechten, totdat ze dachten, nee, nu is genoeg, dit accepteren we niet meer. We gaan er tegenin, we vormen zelf knokploegen en als ze naar ons toe komen... In die optocht, met die zwarte kleren en die petten en die laarzen, dan gaan we er tegenin. En toen is eigenlijk het geweld geëscaleerd. En met als gevolg onder andere dat een NSB'er werd gedood. En toen waren de Duitsers echt furieus en hadden ze ook een aanleiding om te zeggen... jullie Joden zijn de schuld en we zullen daar even een represaille op zetten. We gaan 400 mannen oppakken. Er waren nog meer dingen. Dat is ontstaan van die razzia's. Ja. Dus we gaan 400 mannen. Dat bevel kwam uit Berlijn. Ja. Er gebeurden natuurlijk nog meer dingen in Amsterdam, maar dat is allemaal te veel om uit te leggen. En toen heeft Berlijn gezegd, het hoofdkwartier, we gaan 400 mannen oppakken. En die, ja, wat er nog mee ging gebeuren, wisten de mannen uiteraard natuurlijk niet. Ze hebben dat ook op aanplakbiljetten in het centrum aan de muren geplakt. Maar daar stond wel, we gaan de mannen oppakken, maar niet wanneer. En ook niet waar. Dus het hele... centrum van de Jodenbuurt werd onverwacht overvallen door 600 man Grüne Polizei. Ja. Nou, dat is echt heel veel, want ik heb het uitgerekend. Het is een omheind gebied. Hè, die oude Jodenbuurt wordt omheind door grachten met bruggen. Dus het was makkelijk af te sluiten. Ja, mensen zaten oneerbiedig gezegd als ratten in de val. Konden geen kant uit. Toen hebben ze 400 man opgepakt. En mijn vraag was... wie waren die mannen? Hoe kunnen er nou 400 mannen zomaar uit het centrum van Amsterdam verdwijnen? Hebben ze die willekeurig, want er wonen meer mensen, zijn dat willekeurige keuzes geweest? Ja, die mensen zijn willekeurig van de straat geplukt. Kijk, je moet het je voorstellen. Maar ze waren wel allemaal Jood. Ze hebben waarschijnlijk ook niet-Joodse mannen aangehouden, want ze vroegen, sind sie Juden? Maar wel op zo'n intimiderende toon. Dat je als je Joods was, dat je natuurlijk... Ja, wat doe je? Als je bent 25, staat daar zo'n Duitse politieagent van... Ja, ik ben... Dan moet je wel heel veel lef hebben om te zeggen... Nee hoor, ik ben geen Jood. Maar het was gericht tegen de Joodse gemeenschap. Het was gericht tegen de Joodse gemeenschap. Maar niemand wist wat er te gebeuren zou. Dus iedereen die daar op straat liep... Die liep eigenlijk of in de armen van die Duitse soldaten. Ze waren met 600 mannen in dat hele kleine gebied. Dus of ze liepen in die armen, of ze vluchtten die huizen binnen... En dan zagen de Duitsers ook, die zagen, oh, daar gaan ze naar binnen. Nou, dus ze hebben zo 400 man opgepakt en naar kamp Schorl gestuurd. Mm-hmm. Over 2 dagen, op een zaterdag en op een zondag in februari. Wat een breedheid, als je erover nadenkt. Ja, want, ja zeker. Kijk, die mannen wisten natuurlijk niet wat hun overkwam, maar ook niet wat hun
te gebeuren, wat te gebeuren stond. Maar ze werden meteen al op dat Jonas Daniel Meijerplein, werden ze allemaal bij elkaar gedreven. En werden ze echt al meteen heel wreed behandeld. We kennen natuurlijk allemaal die foto's van die mannen met die handen omhoog. Er zijn verhalen over wat er met die honden gebeurde. Dus vreselijke verhalen van dat ze een Joodse man tegen een boom zetten. Ik heb dat pas gehoord toen ik het boek af had. Een Joodse man tegen de boom aanzetten met zijn gezicht naar de boom. En dan een Duitser, een SS'er met die hond, die liet die hond naar die man oplopen, grommend en wel. Nou, moet je het voorstellen. En dan trok die gauw die hond terug. Moet je nagaan wat wreed dat is en wat het betekent als je zo... Nou, en er zijn talloze voorbeelden. Ze werden geslagen met geweerkolven. Ze moesten zitten staan. Ze moesten kikkersprongen maken. Meteen al vanaf het eerste moment zijn ze geconfronteerd met het Duitse geweld. Dat was toch ook de bedoeling van Westerbork, dat het als een soort gezelligheid, vakantiekamp zou zijn. Niemand wist wat er zou gebeuren, maar de meeste mensen wisten dat er iets verschrikkelijks aankwam. Ja. En om de rust te bewaren was Westerbork het kamp waar het ontspannen moest zijn. Ja. Totdat de baby's en de zieke mensen binnenkwamen en toen dachten ze, volgens mij is er iets anders aan de hand. Dus dat werd heel langzaam duidelijk. Zou dat in deze tijd nog kunnen gebeuren, zoiets? Denk het wel. Rustig opbouwen van ellende. Ja. Kijk naar de Oeigoeren bijvoorbeeld. Ja. Wat daar allemaal gebeurt in die kampen. Kijk, die mensen hebben geen telefoons meer dat ze berichten naar buiten kunnen sturen. En, in deze tijd, wat waren er voor communicatiemiddelen? Ja, daar doel ik even op. Er konden briefjes vanuit Westerbork naar buiten gaan. Ja. Die Duitsers die probeerden daar een redelijke sfeer met kerstfeest. En weet ik veel wat ze allemaal probeerden te organiseren. De revue, zangclubjes. Ja. Maar ja. Daar sluit dit boek wel mooi op aan, vind ik. Ja, dus eigenlijk gaat dit boek daarover. Ja, het gaat over die huwelijken, maar ook over die schijnwereld die werd opgetrokken in Westerbork. Ja. Die façade die dan moest laten zien vanuit, is hier best oké. Er kan hier niet zoveel gebeuren. Dus inderdaad die revues, de sportwedstrijden, het ziekenhuis niet te vergeten. Want dat is ook zoiets krankzinnig, hè? Dat iedereen werd opgelapt. Mijn oud-tante ook, die is nog geopereerd in het kampziekenhuis na haar huwelijk. En nog vanuit het ziekenhuis is hij op transport gesteld. Ja. Dan denk je, waarom al die moeite doen om mensen nog op te knappen als ze daarna toch... Mensen het gevoel te geven dat het allemaal niet zo erg is. En dat is het inderdaad, ja. Dus. Nou, mijn moeder schreef erover dat het heel duidelijk was dat als ze het hadden geweten, er wel geweld had plaatsgevonden. Net zoals het ghetto van Warschau, totdat iedereen begreep welke hel ging losbreken. Nou, dat is natuurlijk wat jij toen straks vertelde, van die razzia's, van die ellende, hoe dat is ontstaan. Mm-hmm. Dat denk ik inderdaad, als de mensen in die kampen het zouden weten, had het daar ook ontstaan. De vechtpartijen. Maar zou je accepteren, dan zit ik even op iemands geweten. Ik heb nooit anders gehoord van mijn ouders. Nee, maar ik zit even op iemands geweten, stel dat je weet dat je toch naar een kamp gaat van de derde categorie. Mm-hmm. Yeah. Wat dan? Zou je het dan accepteren? Zou je wat accepteren? Dat je erheen gaat. Dat je... Die razzia's die in Amsterdam, de vechtpartijen die in Amsterdam gingen ontstaan, zouden die daar dan ook niet ontstaan? Ja, maar ik denk niet. Nee, de repressie in die kampen die was zo groot. Ja? De Joden waren, en de Joden, de Polen en de Spanjaarden, dat waren gewoon untermenschen. Die konden niks, die mochten niks. Die waren eigenlijk gewoon helemaal... die hadden geen enkele mogelijkheid om iets zelf te organiseren, denk ik, in die kampen. Hoewel ik moet zeggen, er is wel sprake van verzet geweest in die kampen, maar dat is heel moeilijk om daar achter te komen hoe dat precies is gegaan en hoe dat gaat. Hm. Kijk, die Max Nebig, om dan toch terug te komen op de meneer die het heeft overleefd, die lag... die Nederlandse groep ging van Buchenwald naar Mauthausen. Max Nebig lag op dat moment in het kampziekenhuis. Ik denk dat Max, ik weet niet precies zijn verleden voor de oorlog, dat hij geprobeerd heeft in het kamp contact te zoeken met de Polen die in het ziekenhuis werkten. Dat gaat via blikken natuurlijk, dat gaat misschien via bepaalde woorden. Je moet kijken, is iemand veilig om te praten? Zit jij ook
Ben jij ook hier tegen? Zit jij ook in het verzet? Dat gaat voorzichtig, dat gaat onder tafel. Ik denk, wat er gebeurde met die Max. Die hele Nederlandse groep ging naar Boegenwald. Hij lag in het ziekenhuis en hij is beschermd door Poolse verplegers in dat ziekenhuis. Hij is verstopt, echt letterlijk verstopt, ook in de wc. Hij is uit het kampsysteem gehaald met nummers. Hij kreeg een ander kampnummer. En dat is gebeurd met behulp van Poolse mensen in dat kamp uit het verzet. Mm. Ja, er is ook een mooie film over een Spaanse man die ook, ik ben nu even zijn naam vergeten, die ook in Boegenwald in het verzet heeft gezeten. En dit is bijzonder moedig wat die mensen hebben durven doen. En mijn moeder heeft het dus wel overleefd, Auschwitz. En het verhaal wat zij vertelde is dat op straffe des doods twee gevangenen gevlucht zijn. Hoe heeft ze verteld? Ga ik je niet vertellen, is het erg. En er zijn verschillende mensen voor doodgeschoten om te laten zien. Van waar gaat het? Om te laten zien in Engeland, aan de Engelse regering en het Vaticaan, wat zich afspeelde. Die bewijzen zijn later gevonden in de la van Churchill en het Vaticaan. Het Vaticaan wist ook alles. Maar hebben die altijd, nu komen we even bij het boek van jouw moeder, ja. Komen we even terecht. Ja. Hebben die partijen nooit wat gedaan? Nee, we hebben nooit iets gedaan. Ze hebben zelfs de vliegtuigen gezien, bombarderen. En ze hebben niks gedaan. Ze zagen Auschwitz niet liggen, maar ze hadden wel de bewijzen daarvan. Maar waarom ik eigenlijk hier zit, is om over Westerbork iets te vertellen. Over de levendige handel, over het vrijkopen van de gevangenen. En ik heb de papieren van mijn vader gevonden, die met Austerfunte familie kocht. Deze papieren, die heb ik in mogen zien. Ja. En je wordt er als mens heel triest van, moet ik zeggen. Ja. Dat gebeurt in die tijden. En die laten we zeker in deze aflevering nog even zien. Ja. Mijn vader die had contact met Austerfunte. Mijn vader was een hele doortastende man, dus geen afwachtende man. Had ook een boot geregeld om naar Engeland te gaan. Hij wist niet wat er zou gebeuren. Hij wist dat er iets verschrikkelijks aankwam. Sommige mensen weten dat, voelen dat. Welke tijd spreken we? Begin van de oorlog? Of 41, begin van 42? De oorlog. Okay. Op het moment dat de Duitsers binnenkwamen. Okay. En hij heeft dus zijn broer is meteen naar Westerbork afgevoerd. Toen heeft mijn vader contact gezocht met Austerfunte. En zijn broer uiteindelijk losgekocht. Ik heb alle papieren, is de derde keer dat ik het zeg. Omdat het zo onwaarschijnlijk overkomt. En zijn broer is teruggebracht naar Nederland. Waar hij is ondergedoken. Ja, een apart verhaal. Ja, apart verhaal. Nou, het is geen apart verhaal. Het verhaal staat beschreven in alle documenten. Ja, dat sterker nog, hij heeft het ook geprobeerd bij het zusje van mijn moeder. Daar was hij mee verloofd. Die was opgepakt in een razzia. En met het zusje, die kon trouwen met een man, wat ze niet wou, is het niet gelukt. Dus er staat ook geschreven in die papier. Het was niet genoeg geld. Het was dus toen 60.000 gulden. Dat was natuurlijk een kapitaal. Dat is wat een breedheid. En diamanten erbij. Ja. En dat was niet genoeg. Dus dat zusje is naar Sobibor afgevoerd. En dat was Westerbork. Dus er was een handel tussen mensen, geld en de SS'ers. Maar nu even, dan kom ik even terug op die documenten die je hebt laten zien. Ja. Er staan namen boven, er staat de naam van de familie Schrijver in. Ja, ja. Er staan mensen die een handtekening onder hebben gezet. Ja. Wie zijn die partijen? Dat is mijn vader en dat is de SS Austerfunte en die registreerde alles. Ja, maar jouw vader, die registreerde alles. Ja, die documenten zijn opgemaakt. Duitsers registreren alles. Ja. Maar heeft een Nederlandse partij daar een rol in gespeeld? Nee, de Duitsers. De Duitsers.
Je bedoelt de politie? Die hadden daar niet zo. Die volgden de orders van de SS'ers. Dus je vader had rechtstreeks contact met de SS'ers? Ja. En toen is je opgepakt met de dag dat mijn oom, dat is dus Hartog wat je leest in die papier, is opgepakt en vrijgelaten in Amsterdam, waar die kon onderduiken, is mijn vader met zijn moeder opgepakt. En die zag als de Funt op het station staan. Dus die dacht, nou, voor mezelf kan ik ook iets regelen, maar dat was natuurlijk niet te doen, waar iedereen bij stond. En die is de trein in gegooid. Maar wat een wreedheid is dat je er voor geld je vrij kan kopen. Dus het is van alle tijden, denk ik. Ja, ja. Nee, maar... Ja, ja. Wat ik bijzonder vind is dat jouw vader als Joodse man met Aus der Funte kon en mocht spreken. Want normaal mocht je hen helemaal niet benaderen. Zeker weten van wel. Ja, ja. Kijk je dood. Tuurlijk, ik geloof je wel. Maar dat is wel, daarom bedoel ik apart, bijzonder. Ja, misschien was hij een hele doortastende man. Je kan ook zeggen dat de oudste vrienden misschien zeggen nu iets wat niet klopt. Maar nee, alleen geld. Dat bedoel ik. Alleen maar dat geld. Het ging hem niet, het ging hem om geld. Het gaat alleen om geld en misschien heeft hij zelf in zijn broekzak. Dat bedoel ik. En dan stappen we over principes een beetje heen. Ja. Principes. En ik heb ook... Ja, dat ook niet. Ja. Dus mijn moeder was toen getrouwd met Emmanuel van Praag, waar ze een bloedhekel aan had. En alleen maar om het leven van haar ouders te redden. En ook van haar zusje, maar dat is dus niet gelukt. Dus dat was de handel.